Oké, voor iedereen die er net is bijgekomen, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En welkom bij ons webinar, wat gaat over strategieën, hoe om te gaan met het coronavirus. Het is een terugkerend webinar. We doen dit elke week op dinsdag. En tot nu toe is het een enorm succes. En elke keer, het succes wordt gemaakt door alle mensen die we natuurlijk uitnodigen. Dus ik wil alle panelleden van harte welkom heten. De panelleden, we hebben panelleden die zijn ook gasten. En we hebben ook panelleden die klaar zitten om al jullie vragen te beantwoorden. Dus iedereen van harte welkom. Ik ben Mitch. Ik ben account executive bij Virtual Gym. En ik zal vandaag eigenlijk de webinar aan elkaar praten. Mag die even naar de volgende slide. We hebben vandaag Marcel van Black & White Sports Club. Die heeft een uniek concept. De vrouw-man verhouding is 85-15. Dus dat is echt heel gaaf. En we hebben Remy en Dominique. Die hebben een super mooi online en offline coaches concept. Ze zwaaiden ook al eventjes. Hebben super. En we hebben Patrick, directeur van NL Actief. En die gaat alles straks over de brancheorganisatie voor sport- en fitnessondernemers vertellen. Daarnaast hebben we eigenlijk onze vaste panelleden Mark Louter en Daan Bakker. En we hebben Kelly en Bas die klaar zitten voor al jullie vragen. Ik wil even een klein voorstel rondje gaan doen, dat jullie even kunnen vertellen wie jullie zijn. Ik wil graag met onze gasten beginnen. Beginnen bovenaan bij Marcel. Marcel, kun jij wat vertellen over jezelf? Ja, ik ben Marcel Wille. Ik ben eigenaar van Black & White. En Black & White staat voor een Black & White community. Want we proberen steeds meer een community te krijgen waar allerlei activiteiten onder hangen. En bijvoorbeeld is dat als eerste is dat onze sportsclub met als hoofddoel groepslessen. We hebben geen vrije fitness, we hebben geen personal training, we geven uitsluitend groepslessen. Daarnaast hebben we een heel groot yoga en pilates gedeelte. Met onder andere ook een aparte hot yoga studio. We hebben een vegan restaurant in hetzelfde complex zitten. En we hebben 5 vergader units, zeg maar, die bedrijven die hier in de buurt zitten of andere landelijke bedrijven die ze kunnen huren om zeg maar meetings te doen, teamtrainingen bij ons in de sportsclub uiteraard lunchen in het vegan restaurant. En daarnaast hebben we nog ongeveer 15 andere ondernemers in het complex zitten, waaronder een afslankstudio, een bedrijf wat stopt met roken, of tenminste een menselijke coach met stoppen met roken, een aantal coaches, bewegen op dans, op muziek, energetische masseurs, dat soort dingen. Dus vrij apart verhaal inderdaad. Lijkt me een heel leuk concept. Ik ben heel benieuwd naar je invalshoek, ook met betrekking tot deze crisis. Dan wil ik even het woord geven aan de heer Remy en Dominique. Welkom weer voor de tweede keer. Kunnen jullie, degene die jullie nog niet kennen, even jullie zelf voorstellen? Natuurlijk, bedankt voor de tweede uitnodiging alweer. Nou, mijn naam is Remy Friedrich, ik ben mede-eigenaar en ook mede-directeur van Dream Aesthetics. Ik zit zelf wat meer aan de interne kant van de organisatie, dus wat meer de proceskant en de bedrijfskundige kant. Ja, en Dream Aesthetics inmiddels op ongeveer 60 coaches en personal trainers. Een franchise organisatie op het gebied van personal training en leefstijlcoaching, dus ook een stukje online coaching. Nou goed, dan geef ik het woord aan jou. Mag jij de rest vertellen? Thanks. Ja, Dominique Fratacho en ik ben de compagnon van Remy. En ik hou me meer bezig met de voorkant van het bedrijf, meer sales, marketing en het menselijke aspect, HR, et cetera. Dream Aesthetics focust zich op het ontzorgen van de personal trainer. Oftewel, wij nemen de non-declarabele uren weg. Zij het facturatie, administratie, schemaproductie, stukje business coaching, buddy coaching en persoonlijke ontwikkeling. Daarin ontzorgen we dus en ondersteunen we dus de trainer. Maar ook helpen wij PT, studio's, sportscholen op weg naar of met de hulpvraag, met de zoekvraag naar een personal trainer op ZZP-basis. Die helpen we ook dus. Dus dat is een kort onze propositie. Ja, heel gaaf, heel gaaf. De vorige keer hebben we met jullie heel mooi kunnen brainstormen over jullie strategieën. En volgens mij hebben heel veel mensen daar heel veel aan gehad. Dus dat was heel erg gaaf. Dus nogmaals welkom. Leuk dat jullie er zijn. Graag het woord even aan Patrick. Patrick, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief. Voer de directeurschap samen met Ronald Wouters. De rolverdeling tussen ons is dat Ronald vanuit de branche werkt, zeg maar. En ik ben vooral actief met naar buiten toe, om het maar zo te zeggen. Dus de maatschappelijke waarde van fitness, dat fitness meer benut wordt door bijvoorbeeld de overheid, dat soort dingen allemaal. Ik ben in deze tijd van corona dus ook veel aan het schakelen met de overheid over wat de consequenties zijn en hoe we ervoor zorgen dat
dat onze ondernemers straks weer op een goede manier kunnen beginnen. Ja, gaaf. Welkom. Leuk dat je er bent. Mark, Global Director of Customer Success. Kun je daar wat meer over vertellen voor de mensen die dat niet weten? Yes, hi, goeiedag en welkom allemaal. Mijn naam is Mark. Ik werk inmiddels zo'n 7 jaar bij Virtue Gym. Heb zelf ook een achtergrond in de sport, het CIO's gedaan, de ALO, sportmanagement en ondernemen. En daarnaast bij verschillende fitnesscentra gewerkt, waaronder bij David Lloyd zo'n 1,5 jaar. En ben tegenwoordig verantwoordelijk voor ons customer success team binnen Virtue Gym. Dus dat zijn de jongens en meiden met wie je contact hebt als je belt of e-mailt of een chatje stuurt naar ons. Dan zijn ze daar om je te helpen. Ja, leuk. Een van onze vaste panelleden altijd elke week. Dus leuk je weer te hebben, Mark. Heel gezellig. Dankjewel, Mitch. En als laatste, dan wil ik even Daan het woord geven. Ik ben verantwoordelijk voor growth en ik heb onze gasten allemaal vandaag uitgenodigd en enthousiast gemaakt om hier aan bij te dragen. En ik heb er zin in. Ja, yeah, super. Helemaal goed. Ik denk dat we allemaal heel veel zin erin hebben. Mocht je even naar de volgende slide, Mark? Want we gaan even naar de agenda van vandaag. Het mooie van de agenda is dat die eigenlijk is samengesteld met heel veel verschillende invalshoeken. Er komt heel veel aan bod. Dus ik zou zeker pen en papier klaar hebben om alles op te kunnen schrijven. We gaan even een korte update doen. Daar beginnen we altijd mee, elke webinar. Even een nieuws en update over het huidige stand van het coronavirus. We hebben wat voorbeelden uit de praktijk. We krijgen een klein interviewtje tussen Marcel en mij over Black & White Sports Club. Dan gaan we door en wat dieper in op de contentstrategie van Dream Aesthetics. Dat is een hele mooie stuk van de presentatie. En dan krijgen we nog een toelichting met betrekking tot de regeling getroffen ondernemers door Patrick. En uiteraard, er zitten altijd panelleden klaar om jullie vragen te beantwoorden. Maar we willen heel graag aan het einde van de webinar ook al jullie vragen nog even eruit lichten. Goed. Ik denk dat we naar de update gaan. Daan. Top. Ja, wat weten we op dit moment? Helaas zijn er heel veel mensen positief getest. We gaan richting de 2000 mensen die zijn helaas zijn overleden door het coronavirus. Vorige week dinsdag was er een update vanuit de overheid. Ze blijven sowieso dicht tot en met 28 april. Wat interessant was, is dat bijvoorbeeld in Oostenrijk gaan ze langzaam de maatregelen weer verlagen. Dus er gaan de winkels weer meer open. Dus daar zijn ze alweer in de volgende fase beland. Voor iedereen geldt, blijft zoveel mogelijk thuis. En natuurlijk is de coronacrisis heel erg rot voor iedere ondernemer en zeker voor iedere fitnessondernemer. Maar we kunnen het ook zien als een kans. Dus we kunnen onze content opnieuw gaan bedenken. We kunnen ons voorbereiden voor de toekomst. En daar wil ik de volgende slide meer over gaan inzoomen. Dit komt telkens terug. Volgende slide. We zijn in verschillende fases van het corona. Toen we het net hoorden dat corona ook naar Nederland was doorgedrongen, was er heel veel verwarring van. Corona komt eraan, elke dag nieuwe maatregelen, er komt eigenlijk een update. Dat is eigenlijk fase 1. Je kent de wc-papieren grapjes. Daarna kwam de fase van aanvaarden en aanpassen. Iedereen werkt van thuis. We weten niet hoe we verder moeten. En persoonlijk denk ik dat ik ben zelf denk ik al in een soort van fase 3. Het voorbereiden. Ik ben nu gewend om thuis te werken al een aantal weken. En we gaan denken van hoe zal het zijn als in het post-corona-tijdperk? Ik geloof persoonlijk niet dat alles weer het oude gaat worden. Maar we gaan een nieuwe fase in. En voor sportclubs zal het zijn van mijn sportschool gaat weer open. De zaken gaan verspoedig, je moet mensen aannemen. En bij het opnieuw starten ga je ook denken, hoe moet ik wat nieuwe leden binnenhalen, et cetera. En ik wilde graag aan Patrick vragen van NL Actief. Hoe zie jij nu deze verschillende fases? En jullie zijn heel erg bezig met het stuk voorbereiden, denk ik. Dus wellicht kun je daar al wat op toevoegen. We zijn eigenlijk in verschillende fases tegelijkertijd bezig. Maar het klopt, een belangrijk aandachtspunt op dit moment voor ons is. We proberen in ieder geval de overheid uit te gaan leggen dat de fitnessschool in principe een mooie plek is om straks weer, gecontroleerd open te gaan. En welke randvoorwaarden moet je dan creëren in het fitnesscentrum om op een veilige manier, corona-veilige manier, open te gaan. Dus ik ben het met je eens. We zullen niet direct teruggaan. Is mijn stellige overtuiging dat iedereen weer welkom is.
We gaan er zoiets ook over zien, zeg maar. Maar het idee is wel dat we na moeten gaan denken met elkaar op wat zijn eigenlijk de voorwaarden waaronder we de bedrijven weer open kunnen maken, kunnen krijgen. En hoe zorgen we ervoor dat daarmee het virus niet opnieuw, zeg maar, een piek gaat kennen. Want dat is uiteindelijk het uitgangspunt. Uiteindelijk proberen we die piek af te vlakken, zodat de IC's het en de ziekenhuizen het aankunnen. En op het moment dat, laten we zeggen, geleidelijk meer mogen, betekent dat er meer mensen ziek worden en dus meer mensen op het IC weer komen, zal de overheid, is onze overtuiging, de boel weer voor een deel terugdraaien. Dus het ligt een mooie uitdaging, wat ons betreft, bij onze branche, om te laten zien dat we op een goede, mooie manier open kunnen, zodat mensen uiteindelijk veilig kunnen sporten en bewegen. Want de andere discussie gaat natuurlijk heel erg over gezondheid. En de schade die zeg maar, deze intelligente lockdown, zoals dat zo mooi heet, zeg maar, de schade die geeft op zowel de economie als op de gezondheid van mensen. Dus ik denk dat we als fitness ook een krachtig instrument hebben om te laten zien dat mensen uiteindelijk dan op een goede manier aan hun gezondheid kunnen werken in de fase waarin de, laten we zeggen, de maatregelen wat soepeler gaan worden. Exactly. Want ja. Als ik het goed begrijp, eigenlijk zitten jullie voornamelijk in de fase van richting de heropening. Nou ja, kijk, als ik in mag gaan op de vraag hoe zit het precies met PT, als jullie dat goed vinden. Ja. We zijn op dit moment, kijk, er is veel onduidelijkheid. Mag je één op één buiten trainen? En buiten trainen betekent met 1,5 meter tussenruimte en met mensen die niet ziek zijn of geen ziekteverschijnselen hebben. Ik weet dat het RIVM roept soms dat het niet mag. Wij zijn toch, we hebben die vraag ook gesteld, want volgens ons is de noodverordening vaag daarop. Want je mag wel met een kleinere groep dan 3 trainen. En die onduidelijkheid is voor ons eigenlijk een belangrijk perspectief om te zorgen. Maak nou duidelijk of het wel mag of het niet mag. Want als het niet mag, heeft dat consequenties in de branche, met name bij de personal trainers, zeg maar. En ik heb nog steeds geen antwoord, formeel antwoord op die vraag vanuit... Ja, het ligt zelfs bij het management outbreak team op dit moment met de vraag, mag het nou wel of mag het nou niet? Dus het is nog steeds onduidelijk. Wij zeggen dat het mag. Bel je het RIVM, zeggen ze dat het niet mag. En wij in feite willen we gewoon een heldere standpunt vanuit de overheid, mag het wel of mag het niet? Zodat we het in feite naar onze hele achterban, maar eigenlijk de hele branche, een goed signaal kunnen geven. Dus dat is het puntje, nog dingen duidelijk maken. Aanvaarden en aanpassen zou ik dat noemen, zeg maar, als het ware. En tegelijkertijd zijn wij wel aan het doordenken van inderdaad richting opening, voorbereiden en wat betekent dat. Omdat we denken dat het voor ondernemers wel wat vraagt. Dus vandaar dat we alvast doorgeschakeld. En wat voor maatregelen voor heropening zouden jullie dan aan het nemen? Waar denken jullie aan op dit moment? Ik zou zeggen, doe de volgende sheet, want voor mij staan daar... precies. Kijk, misschien even voor de duidelijkheid. Dit is een... we hebben in de week voor 6 april, voor het... De laatste keer dat er een mogelijke verlenging zou komen, nou die is er gekomen, hebben we een voorstel gedaan aan een aantal ministers om wellicht voorzichtig alweer open te mogen als fitness. Dit is het lijstje wat we toen gecommuniceerd hebben. Dus dit is niet in beton gegoten als het ware. Er komt zo nog een lijst, zeg maar, als het ware. Maar het idee is wel, dat vergelijk het een beetje met de supermarkten of de bouwmarkt op dit moment. Daar mag je wel boodschappen doen, maar wel onder bepaalde randvoorwaarden. Nou, dit zijn een aantal randvoorwaarden, maatregelen die we toen voorgesteld hebben. Die zullen we voor een belangrijk deel blijven volgen, denk ik. En dat gaat niet alleen over de sporter en de ruimte in het bedrijf, als het ware, maar het gaat ook over het personeel. Dat vind ik echt een belangrijk punt om nog eventjes te maken. We moeten ook blijven denken aan de veiligheid van ons eigen personeel. En dan kan je denken aan mondkapjes, handschoenen, aan plexiglas, zoals je gewend bent bij een supermarkt als je daar boodschappen doet. Het is een beetje de vraag, een sporter zit natuurlijk met zijn handen aan apparatuur. Hoe ga je daarmee om? Is handschoenen dragen hetgene wat je zou moeten doen, of zou je heel intensief moeten schoonmaken? En natuurlijk die 1,5 meter, maximaal 1 sporter tegelijk per 10 vierkante meter in het fitnesscentrum. Dus je moet als onderneming heel erg nadenken over hoe reguleer ik mijn instroom. Dus ik kan me voorstellen dat je als klant boekt, dat je komt trainen, dat je een uurtje boekt als het ware, dan kan je 50 minuten van trainen. En in die 10 minuten moet je daarna weg zijn, zodat de volgende groep kan komen en in feite kan trainen. Daar moet je een beetje aan denken. Misschien de volgende, want daar staan nog een aantal. Die verplicht dus reserveren per uur. Je moet weten hoeveel mensen er zijn en er ook goed op toezien dat
mensen zich daaraan houden. Geen groepslessen, alleen individueel trainen. Vlak op de vloer, ook bekend vanuit de verschillende, zodat je weet wat voldoende ruimte is. Kleedkamers, douches, sauna, alles waar mensen samenkomen, dicht. En het voortdurend reinigen en desinfecteren van apparatuur. Kijk, dit is dus waar we over nadenken. En het idee is dat je toestemming krijgt vanuit de overheid onder een bepaalde randvoorwaarde om over te gaan. Daar is economische zaken op dit moment leidend in. We proberen daar wel met VWS ook over te praten. Zodat eigenlijk elke ondernemer weet, als ik open wil, dan zal ik een aantal randvoorwaarden moeten doen, voldoen als waar. En Patrick, heb je dan ook al enig uitzicht op wanneer dat bekend zou kunnen worden? Ik zie al wat vragen namelijk daar ook over binnenkomen. Van, heb je enig, ja... Ja, kijk, we hopen dat daar wat ruimte gaat komen na 28 april. Oké. Okay. En dat heeft te maken met het feit ook vooral de cijfers die er zijn aan de kant van de IC en het aantal besmettingen en dergelijke. Dat is natuurlijk waar we volle bak op in gaan zetten. Zo snel als mogelijk, maar wel zo veilig als mogelijk. En uiteindelijk is het volgens mij ook heel realistisch dat wij zijn niet de leidende partij vanuit het vraagstuk mag het open of niet. Wat ik zie is dat er, laten we zeggen in de talkshows gaat het ook veel over de economie op dit moment. Het gaat niet alleen maar meer over de veiligheid en over het aantal besmettingen, maar het gaat ook over de economie. Er ontstaat druk om bedrijven toch open te, dat bedrijven toch open mogen. Maar nogmaals, ja, het is uiteindelijk aan de overheid, aan het kabinet zelf, in contact met zijn experts om te bepalen, mag dat dan na 28 april of nog niet? Ja, daar zetten we wel op in ieder geval. Precies. Jullie spreken redelijk veel sportscholen. Heb je dan ook een verschil in strategie? Wat sportscholen naleven? Nou, ik denk niet dat wij gaan besluiten welke sportschool wel en welke sportschool niet. Ik denk dat als je een helder pakket neerlegt wat de randvoorwaarden zijn, dat een sportschool en een ondernemer erover na kan denken of die daaraan kan voldoen of dat die daar niet aan kan voldoen. En dan heb je daarna altijd gewoon handhaving. Want dan zullen gewoon de BOA's en de politie zullen kijken, worden die randvoorwaarden ook uiteindelijk gevolgd. Dus, en dan is de strategie tot nu toe dikke boetes als je daar niet aan houdt. Dat is een beetje wat we zien. En ik denk dat wij gaan niet zeggen tegen de ene sportschool je mag wel en de andere sportschool je mag niet open. Precies. Duidelijk. Niet aan ons. Helder verhaal ook. Marcel. Ja. Eventjes terugkomend ook op het vorige gedeelte. Want ja, als je deze maatregel hoort, wat vind je hiervan? Ja, ik denk dat het heel goed is dat er inderdaad een groot pakket en een goed pakket aan duidelijke maatregelen is. Wat ik wat ik me afvraag, hier staat heel specifiek geen groepslessen. Wat wij hebben gedaan in onze groepslessen, of ja, we hebben alleen groepslessen. Wat wij hebben gedaan bijvoorbeeld met een club power training die vergelijkbaar is met een bodypump les. Hebben wij de steps zeg maar neergezet. We hebben ongeveer we hebben twee vrij grote zalen. Eén is 240 vierkante meter, de andere is 200 vierkante meter. We hebben de mensen zeg maar ingedeeld op een bepaalde plaats, zodat ze zeg maar rondom anderhalve meter elkaar niet kunnen raken, zeg maar. Dus dan is voor mij dan gelijk de vraag van, ja, god, hoe ga je daarmee om? Omdat we hebben geen vrije fitness. Maar ik zie het verschil dan niet in een vrije fitness met 10 vierkante meter ruimte, of in een groepszaal, bijvoorbeeld van 200 meter, waar je 20 mensen toelaat. Weet je wel, hoe staat NL Actief daar tegenover? Of tenminste, wat zou dan het idee zijn? Dat nou, is dan wel gelijk een vraag. Ik zie hem ook als een van de vragen terugkomen. Ik ga even iemand uitlaten nu. Dank u. Die heeft al die tijd stilgelegen hier. Waar het eigenlijk om gaat, is de crux zit hem in de samenscholing. En de ruimte die daarvoor is, als het ware. Dus op het moment dat je... Dat de overheid zegt, dat is wel mogelijk, daar zit meer ruimte. Dan zou je over groepslessen na kunnen denken in deze vorm, zoals het nu is. Maar voorlopig staat er nog een, ja, laten we zeggen, een samenscholingsverbod tot 1 juni. Hè, staat er voorlopig nog op als maatregel. Dus ik denk dat het goed is dat we dit als alternatief opgeven. Hè, dus dat je, als je een groepsles geeft, dat je wel voldoende voldoet dan aan die afstand van elkaar en aan die ziekteverschijnselen. Dus zo zullen we wel opnemen, maar nogmaals, het gaat er wel om dat de overheid ruimte biedt aan dat er te veel mensen in één ruimte zijn, ja. En al snel te dicht bij elkaar zijn. En ik verwacht ook dat de overheid daar wat voorzichtig in gaat zitten. Dus we zullen het zeker inbrengen.
Maar de overheid zal waarschijnlijk nog voorzichtiger dan voorzichtig zijn, schat ik in. Dus, maar we gaan hem zeker meenemen. Oké, mooi. Ja, precies. Dominique en Remy, voor jullie zijn het natuurlijk wel weer heel goed uitkomen. In principe als deze maatregelen voor PT-business natuurlijk weer, ja, eigenlijk weer anders. Eens. Op dit moment geven jullie geen training, right? Ja, kijk, dat is een beetje aan de trainer zelf. Sommige trainers zien we, die geven PT buiten. Met een gepaste afstand, zoals praat ik net zei. En andere trainers wachten totdat de sportscholen weer open gaan. Dus ja, de trainer die kiest daar eigenlijk zelf in. We hebben daar wel een adviserende rol in. Maar uiteindelijk bepaalt de trainer zelf. Ja, precies. Precies. Even terugkomen. Ik krijg hier een goede vraag vinden. Bij zo'n beperkte opening voor minder mensen. Zou je als club bijvoorbeeld iets hebben aan een oplossing die bijhoudt hoeveel mensen er in je club zijn? En dit dan live tonen in de app? Zou dat bijvoorbeeld voor jou kunnen werken, Gelaren? Marcel? Ja. We werken sowieso al met reserveringen. En we hebben, zeg maar, net voor het corona, of tenminste voor de sluiting, hebben we dat als verplicht gesteld. Dus dat mensen moeten reserveren voor een les. We hebben de lesaantallen al omlaag gebracht. We hebben fietsen uit de spinningzaal gehaald. Dus in plaats van 23 fietsen hadden we 16 fietsen, of 15 fietsen zelfs. Weet je, en al meer verspreid, dus dat de mensen al meer ruimte hadden. En onze instructeurs die checken echt of er het maximale aantal mensen in de les zitten. En nog sterker, ja, als er 20 steps in een zaal staan, dan, en nummer 21 komt binnen, ja, die heeft geen step, want we hebben de rest van de materialen hebben in de technische ruimte gezet. Precies. We hebben echt exact zoveel. Ja, dat zijn materialen die we hebben. Zijn er meer mensen? Ja, dat gaat niet. Dan kijken we de lijst naar. Nou, Miss Virtual Gym is dan een ideale tool natuurlijk, omdat je precies kunt zien wie er wel en niet gereserveerd heeft. Nou, onze instructeurs kennen 99% van de mensen bij naam. En zien dan ook gelijk wie er wel of niet gereserveerd heeft. Dus, precies. Dus Virtual Gym zou dan een hele goede oplossing in zijn. Ja, dat sowieso. Ja. Met het reserveringssysteem vind ik sowieso een hele goede tool. Ja, ja, precies. En daar misschien kun je nog iets toevoegen aan het eventueel live zien hoeveel mensen er in de club zijn. Zou dat een idee kunnen zijn? Ja, zeker. We hebben natuurlijk het rooster waar je dus precies zoals Marcel ook aangeeft, kan zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Maar je zou dat rooster ook kunnen, niet alleen voor de lessen, maar misschien ook voor de vloer kunnen gebruiken. Dus heb je een heel goed beeld van wie is er ingecheckt en ook wanneer ze weer eruit mogen. Dus zo kan je een heel goed overzicht met Virtual Gym. En wij zijn natuurlijk ook bezig om, om het product beter te maken en aan te passen aan de coronacrisis. Dus we gaan alleen maar meedenken natuurlijk als dit. Daarom zijn we ook in overleg met NL Actief om ook mee te denken in die voorbereiding naar onze klanten toe. Precies. Ja, Mitch, volgende slide. Yes. Marcel, jij bent natuurlijk eigenlijk een heel mooi praktijkvoorbeeld hoe het nu gaat met de verschillende sportclubs. Je hebt een belletje gehad van Daan. Dat is wel eigenlijk best wel grappig. Want Daan probeert best wel veel mensen te bellen altijd. Natuurlijk op de nummers van de sportscholen. Maar ja, die zijn natuurlijk niet open. Dus vaak kan die niemand te pakken krijgen. Hoe doe jij dit op dit moment met bereikbaarheid? Ben je zelf bereikbaar? Is je club bereikbaar? We hebben een antwoordapparaat op de club hebben wij aanstaan. En we vragen de mensen om te mailen. Want voornamelijk is alles wat we doen, zeg maar, of wat we willen communiceren via... Ja, via Virtual Gym kom ik weer terug. En dat doen we op de besloten pagina, doen we heel veel. En we hebben, stel voor dat we wat uitgebreidere informatie hebben, dan maken we een aparte link. En dan sturen we een berichtje via de community. En om met de vraag of de mensen op de link willen klikken. Of we sturen een nieuwsbrief met een beschermde link waar mensen op kunnen klikken om onze informatie te zien. Daarnaast is het zo, als mensen mailen, dan mailen ze met twee personen van de administratie. En met de twee personen van de administratie heb ik heel nauw contact. Wat de vragen exact zijn, wat de wensen zijn van onze leden en hoe daarmee om te gaan. Precies. Dus maak gebruik van die community. Merk je nu bijvoorbeeld ook dat dat meer leeft of merk je dat dat nu dat meer gedeeld wordt? Hoe doe je dat bijvoorbeeld? Heb je daar een strategie voor? Nou ja, de strategie is dat we iedere week sowieso een nieuwsbrief of een nieuwsitem zetten op de community wat we in de komende week gaan doen. We hebben een vrij groot virtueel pakket hebben opgezet, wat we livestreamen via Facebook en via Virtual Gym. Via Instagram. En daarnaast hebben we een apart YouTube-kanaal meteen ingericht met alle handen dingen, zeg maar. In het begin was het alleen sporten, omdat dat de invalshoek is van veel leden.
Maar nu zijn we ook met kookvideo's, met kookworkshops doen we in ons vegan restaurant. We hebben een lifestyle programma zijn we nu aan het opzetten met vraag en antwoord. Wat Babs doet, mijn vrouw, babbelen bij Babs. Dus dat ook clubleden worden daarna uitgenodigd van joh, vertel eens. En dat zulke dingen. Dus ja, we proberen zoveel mogelijk onze clubleden bij de club te houden, bij de community. Wat ik net al zeg, we werken met een black and white community. We hebben heel veel invalshoeken. We hebben sporten, yoga, pilates, voeding, lifestyle. Kortom, we willen mensen gezond houden in onze community. En dat proberen we door ze sowieso een veilig gevoel te geven omtrent hun lidmaatschap. Precies, precies. En dan heb je het eigenlijk heel over de klanten als het ware en over de deelnemers. Maar heb je bijvoorbeeld ook een bepaalde tijdsinvulling voor het personeel? Hoe ga je bijvoorbeeld daarom? Ja, medewerkers. We hebben uiteraard meteen een app in het leven geroepen waarin we communiceren met de medewerkers. Als we virtuele lessen gaan, dan komen er altijd twee mensen met gepaste afstand uiteraard. Dus dat één docent en één van de andere medewerkers die sport dan mee. En zo proberen we ook in die vorm onze eigen, de kleinere, de medewerkerscommunity proberen we zo optimaal te houden. We hebben steeds contact met onze medewerkers via de app of via telefoon of even face-to-face, uiteraard met een gepaste afstand, om even te monitoren of we ergens mee kunnen helpen, sowieso vanuit de club uit. En dat proberen we ook zoveel mogelijk naar onze leden te doen, of we ergens mee van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld we hebben niet vrij veel, maar we hebben een toch wel een groepje met mensen boven de 65, zeg maar. Dus de risicogroep, die hebben we allemaal gebeld van of er nog wensen zijn. Als ze geen boodschappen kunnen doen, dan doen we boodschappen voor ze. Ze krijgen van ons een paaspresentje. We proberen op zo'n manier, vooral de mensen waarvan we weten dat ze alleen zijn, dat we die toch een extra beetje aandacht geven door te bellen, bellen werkt eigenlijk wel het beste. We mailen ze ook wel, maar de oudere mensen zijn soms wat moeilijker met mail, dus we bellen veel. Ja, ja, want dat hoor ik van Dominique en Remy volgens mij ook, dat bellen is echt de key, hè, guys? Ja, dat sowieso. Maar ik heb misschien een vraagje van Marcel. Ja. Jij zegt dat je heel veel doet in het stukje contentcreatie, onder andere babbelen met Babs. Echt superleuk. Ja. En wat voor format moet ik dan denken? Is dat videoformat? Zijn dat YouTube-video's? Hoe geven jullie dat vorm? Ik ben wel echt benieuwd. Nou, toevallig gaan we daar vandaag mee beginnen. Dus vandaag gaan we even checken van hoe en wat. Maar eigenlijk willen we eigenlijk met een paar mensen bij elkaar zitten en gewoon over lifestyle dingen praten. Weet je wel? Dus bijvoorbeeld dat we jullie een keer uitnodigen bij ons op de bank om te praten over personal training. Waarom doe je personal training? Wat vind je van gezonde voeding? Weet je wel, dat soort dingen. En dat iedereen zijn eigen invalshoek heeft. Want ik kan wel zeggen wat ik vind, maar het is gewoon een mening. Snap je? En wat we leuk vinden om verschillende mensen aan het woord te laten, hoe verschillende mensen erover denken, omdat we ook een vrij groot ledenaantal hebben, die ook allemaal verschillend denken. En iedereen haalt dan gewoon zijn eigen dingetje eruit om te zeggen van ook, oh, leuk, want daar kan ik mee verder. Oh, leuk, want daar kan ik iets mee. Ik ben zelf overtuigd vegan, maar ja, als iemand vlees wil eten, ja, ga je gang, dat moet je zelf weten. Alleen, ik geef geen recepten met vlees. Heel simpel gezegd. Je neemt dat op en deel je dat alleen in de community of op YouTube, openbaar? Nee, we delen het op YouTube. Ja, eigenlijk geven we op dit moment aan iedereen. Behalve de workshops die we nu gepland, of die vandaag gepland zijn. Bijvoorbeeld, ik geef een detox cursus. Dat is exclusief voor leden. We geven een Get in Shape. Dus exclusief voor leden. Maar andere yoga-video's, meditatietrainingen, sportlessen, van alles en nog wat, hebben een eigen YouTube-kanaal dat voor iedereen beschikbaar. Ja. Zo probeer je eigenlijk ook misschien een stukje acquisitie te doen voor misschien wel nieuwe leden in de toekomst. Nou, dat is niet. Nee, dat is niet de insteek. Het is meer de insteek van dat de vrouw die bij ons traint tegen haar vriendin zegt: kijk eens wat onze sportclub doet. Dat kun je zien op YouTube. Dat is eigenlijk meer. Dat mensen ook zien van oké, Black and White Community, die zorgt echt voor zijn leden. En we kunnen aan alles deelnemen. En bij ons echt secundair nieuwe leden. We proberen ook. Het idee is ook als we weer open zijn om alleen maar te focussen op de huidige leden, omdat we die heel erg dankbaar zijn, dat ze het vertrouwen en het geduld hebben om de contributie te blijven betalen. Daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Als we dat niet doen, dan
kunnen we nog een paar keer eventjes, kunnen we nog een paar maandjes zingen, maar dan ga je terug en dan draai je de sleutel om en dan is het klaar. Exact. Hoe doen jullie dat, Dominique en Remy? Zijn jullie ook actief met huidige leden, maar ook bijvoorbeeld met nieuwe leden? Ja, beide. Het belangrijkste is, heb ik de vorige keer nog over gehad, een klant verlengen is veel makkelijker en goedkoper dan een nieuwe klant werven. Ja. We hebben het vorige keer uitgebreid over gehad. Dat moet ook de basis zijn. Maar ja, hè, als je een bedrijf bent en je hebt voor geïnvesteerd op de toekomst, maar je volledige groei ligt stil, dan heb je wel een probleem. Dus dan moet je heel creatief zijn met de middelen die je hebt. En in ons geval was het dat wij vooral 95% offline actief waren. Zij het PT of offline coaching face-to-face. En eigenlijk maar heel klein gedeelte online. Nou, en dat hebben wij volledig moeten omgooien, hè, in het kader van klantretentie. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment op nieuwe business opportunities uit. Nieuwe mogelijkheden. Dus dan ga je terug naar de tekentafel en ga je bekijken wat je kan doen om je bedrijf enerzijds voor te zetten en anderzijds uit te bouwen. Ja, want het voordeel wat wij momenteel hebben is natuurlijk dat wij de diensten in een andere vorm alsnog kunnen aanbieden. Hè, zij het is online coaching of bijvoorbeeld eventueel online PT of 1-op-1 PT. Dus in die zin hebben wij nu het voordeel dat wij niet al te veel leden hebben die een pakket willen stopzetten. Maar het nadeel daarbij is natuurlijk wel dat op het moment dat nu het pakket afloopt, hè, want wij hebben natuurlijk pakketten van een bepaalde duur, hè, dus 3 maanden of bijvoorbeeld 6 maanden, ja, dat klanten toch wellicht iets moeizamer gaan verlengen. Omdat ze dan toch zoiets hebben van ja, ik heb oorspronkelijk voor iets anders gekozen en ja, dat kan ik nou niet afnemen. Dus we wachten gewoon nog even tot de sportschool weer open gaat. Dus dat is wel weer het nadeel daarvan. En ik denk dat een sportschool, als die zijn leden actief nu committed houdt, hè, toch wat makkelijker een lid op behoudt tot na de crisis. Ja. Vond je dat ook zo, Marcel? Ja, ik denk het wel. Ik kijk gewoon naar de cijfers van afgelopen maand. Hebben we 15 opzeggingen meer. Dat is natuurlijk een schijntje. Dat is, even afkloppen dat het zo blijft ook. En ook het percentage storneringen is naar 5%. We hadden normaal gesproken 1-2%. En dat is nu net onder de 5%. Dus ja, we doen het al met al doen we het goed. Moet ik ook zeggen dat ik zelf, ik ben helemaal groepsles-minded. Waarom? Omdat we, ja, met een groepsles heb je een bepaalde groep steeds bij elkaar. Dat proberen we ook. En we proberen heel klantgericht en heel persoonlijk te zijn, ondanks dat we met groepen werken. Bij ons eigenlijk, we zeggen altijd van ja, het is een personal training binnen in de groep. Maar dat is ook echt zo. We proberen iedereen te helpen, zeg maar, op zijn eigen niveau. Of nou een yogales is of in een hele exclusieve box- en krachttraining. We proberen iedereen op zijn eigen niveau te helpen. En ja, het blijkt nu dat zijn zijn vruchten af. We hebben het misschien verkeerd gezegd, maar dat wel een bepaalde bonding geeft die mensen gewoon heel erg waarderen. We krijgen ook heel veel mailtjes van, joh, nee, ik moet even vertellen, mijn vrouw en ik, wij runnen samen de zaak. Wij hebben een filmpje gemaakt met z'n tweeën van, eigenlijk de vraag naar de leden, was in een besloten YouTube-kanaal. Vraag naar de leden of ze geduld en vertrouwen willen hebben in ons. Dat hebben we zelf opgenomen, gewoon in 1 shot. Gewoon vanuit onszelf gezegd van, joh, luister eens, we zitten in een heel moeilijk pakket en we kunnen alleen maar verder als jullie ons helpen. En dus je gaat eigenlijk als het ware met je billen bloot, om het zo maar te zeggen. Je vraagt echt om hulp aan je leden. En daar hebben we ook meteen gezegd dat we iedereen gaan compenseren na de crisis. En hoe we dat doen, dat is bijvoorbeeld met een periode dat ze niet betalen, geen opzegtermijn of wat dan ook, of lunchbonnen bij ons café of wat dan ook. Dus dat hebben we al niet inhoudelijk gezegd, maar wel gezegd dat we gaan compenseren. En ik geloof dat we een paar 100 mailtjes hebben gekregen van leden die zeggen, joh, je hoeft niet te compenseren, je doet er genoeg op internet en we zijn blij als je open blijft. Dus we krijgen heel veel positieve reacties. Ja, en dan word je meer gestimuleerd om nog meer te doen, om nog meer te ondernemen. En net zoals Dominique net zegt, van ja, luister eens, nu is de kans voor nieuwe business. Nou zie ik het niet als business om nieuwe leden, maar nu zie ik het als business voor retentie. Dus ja, meer gebonden zijn aan de community. Ja. Even voor Patrick misschien, want jij hebt natuurlijk ook misschien een stukje landelijk wat meer overzicht. Want Marcel had het over bijvoorbeeld 5% storneringen. Hoe ziet dat bij andere ondernemers? Nou ja, laat ik beginnen. Ik vind het echt super gaaf om te horen, zeg maar, dat ondernemers in staat zijn om klanten op deze manier te binden. En ik heb zelf ook het gevoel, maar dit is wel gevaarlijk,
dat het een beetje aan het kantelen is. Zeg maar, waar in de eerste weken iedereen heel bang was voor heel veel opzeggingen, zie je nu eigenlijk als het ware, hoor ik de verhalen steeds meer die Marcel ook beschrijft, van ja, ik heb gewoon fans. Mensen die heel, heel graag verbonden willen zijn aan mijn club. Die ook zeggen, prima, ik hoef niet gecompenseerd te worden, of daar gaan we misschien later eens over praten. Maar ik weet wel dat er in de branche ook wel een behoorlijke angst heerst voor veel opzeggingen. Dat de eerste dagen ook wel, dat we dat veel, laten we zeggen, terughoorden van de ondernemers. Er wordt veel opgezegd. En wat mag dan wel? Het is juridisch ook een interessant vraagstuk. Wat mag wel en wat mag niet? Maar ik denk dat dit wel de manier is om toch op een of andere manier te binden. Je klanten zo te binden dat ze snappen dat je nu eventjes andere diensten aanbiedt dan normaal. Maar straks graag weer terugkomen. Dat is ook het verhaal wat we steeds zeg maar landelijk houden. We zeggen steeds, we zijn in feite bezig om die landelijke infrastructuur, die sportinfrastructuur, overeind te houden. En wees daar, en daarom zijn we ook heel blij met minister Koolmees, die dan steeds roept, betaal uw sportschoolabonnement, bij wijze van spreken. Zodat ondernemers in staat zijn om deze eerste fase door te komen. Want we schatten wel in dat, laten we zeggen, de effecten van de crisis zouden wel eens een paar jaar door kunnen, door kunnen ebben, zeg maar, in de branche. Dus we horen heel veel verschillende verhalen. Ik vind het echt heel graag om te horen. En ik lijk het ook steeds vaker te horen dat ondernemers toch wat meer hebben. Hey, het valt eigenlijk reuze mee. Dus ja, wat dat betreft is dat het beeld wat ik wel herken. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat de clubs echt zwaar onder druk staan. Ja. Dat ze meer opzeggingen hebben of omdat ze gewoon net geïnvesteerd hebben. En in feite die liquiditeit niet hebben op dit moment. Dat het de verkeerde timing is. Ja, dat kan ook. Dus je hoort eigenlijk alle soort verhalen. Ja, precies. En jullie hebben eigenlijk natuurlijk allemaal over alternatieven, et cetera. Wat kan Virtual Gym daar voor jullie betekenen? Marcel, wat voor betekent Virtual Gym nu in deze tijd voor je? Nou, jullie hebben bijvoorbeeld, binnenkort krijg je een klikfunctie op het rooster, heb ik begrepen. Dat je via een klik in een apart kanaal kunt komen waar de les afgespeeld wordt. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Misschien kan ik er even op inhaken. Ik zal er later even op ingaan. Ik heb er een sheet voorbereid, dus dan ga ik er helemaal op de details in. Ja, goed. Dus dat is wat Virtual Gym ondersteunt. En goed, met de reservering van de lessen. Wat we gaan doen vanaf, volgende week gaan we ook exclusief voor onze clubleden gaan we lessen verzorgen. Die doen we dan ook via Zoom. En dan pakken we hier in de meeting room hebben een groot scherm hangen. En dan gaan we ze in het scherm, laten we ze terugkomen. Dan geeft de ene les, of ik geef les bijvoorbeeld. En ik heb iemand die de les precies uitvoert wat ik zeg. En ik kan aan de hand van het scherm kan ik mensen begeleiden. En in plaats van fysiek te begeleiden, begeleid ik ze verbaal. En ik denk dat ook een hele, hele leuke is. En de reserveringen gaan weer via Virtual Gym. En dan krijgen ze een link een half uur van tevoren om in te loggen via Zoom. Dus dat mooie oplossing. Mooie aanpassing. Mooi project, Marcel. Zeker. Dominique en Remy, voor jullie Virtual Gym in deze tijd? Ja, absoluut een belangrijk middel. Kijk, wij coachen onze klanten natuurlijk ook allemaal via Virtual Gym. Althans een groot deel daarvan. Een stukje training en het bijhouden van progressie. Dus in die zin heeft iedereen die bij ons actief is, heeft de app. Dus er is voor ons natuurlijk een mooie kans om die mensen continu betrokken te houden. Dus wat we in het begin gedaan hebben, is natuurlijk alle klanten die gewend zijn om een sportschool te trainen, aan te bieden om een thuis train workout te krijgen. Dus eigenlijk hebben we dat via onze coaches hebben we dat volledig aangepast. Dus alle normale trainingsplannen die zijn omgezet naar thuis trainplannen. En dus daarmee blijft natuurlijk de klant hooked aan de app en blijft met de app bezig. En ten tweede hebben wij de community functie van de Virtual Gym app hebben wij handig benut. Daar werkten we in eerste instantie niet mee. Nou, dit was eigenlijk op dit moment, Dominique laat het al eventjes zien. Even kijken. Ja. En dan hebben we hier een foto van het team. En dan stukken content, video's, YouTube-links erin gedeeld. Weetjes, feitjes. Ja. Want dat is eigenlijk een heel specifiek ding wat jullie nu gebruiken. En misschien kunnen we er gelijk even naartoe gaan. Maar wat is precies jullie contentstrategie eigenlijk? Ja, dat is, laat ik zo stellen. De hele coronacrisis heeft ons bepaalde revelaties ook gegeven, want we zagen hoe afhankelijk we ook waren van het stukje offline face-to-face. We coachten en ondersteunen de coaches
overal in de sportschool succesvol te worden. Maar het stukje online, dat hadden wij wel voornamelijk. Maar het stukje inhoud en echt waarde bieden vanuit de personen wie wij zijn, dat schoot er een beetje bij in. Omdat wij vooral onze kennis en waarde boden aan onze directe klanten en ook de coaches. Nou ja, dus we zijn helemaal terug naar de tekentafel gegaan. En de basis is retentie. En Marcel zegt dan ook, de kracht van de community, die zie je nou, is Marcel het perfecte voorbeeld van. Want ja, Marcel, jouw gym, ken je iedereen bij naam bewijzen van. Iedereen kent elkaar. En dan zie je ook dat die loyaliteit naar de community een stuk groter is. En dat de storneringen veel lager zijn. Dus hè, jongens, als je één ding van Marcel mag leren, dan is het de kracht van de community en de bonding en de waarde van het gezicht zijn en dat ook delen naar je mensen. Hij nam net een video op met zijn vrouw om dat te delen met de leden. Ja, dat is super krachtig. Dat is echt hartstikke mooi. Maar als je gaat kijken naar de contentstrategie, is de basis inderdaad retentie. En als in, je gaat waarde bieden voor jouw community. Maar terwijl je waarde biedt voor je community, kan je ook nadenken van, hey, hoe kan ik deze content die ik nu maak voor mijn community ook inzetten op andere kanalen? Zodat ik een soort van efficiënte content creëer en genereer, zodat ik maar één keer in principe iets hoef op te nemen, maar het opdelen in stukjes. Ja, en vervolgens dan het verspreid over alle kanalen. Maar daarover dadelijk meer. Ik ga nu het stukje situatie en aanpak vertellen. De sales funnel in het algemeen. Doelen en middelen per kanaal. Nou, het zijn er wel een aantal kanalen. Je hebt de algemene social media, maar bijvoorbeeld ook een besloten Facebookgroep en de Virtual Gym app. En dan een stukje actieplan. Ik wil jullie ook een aantal dingen meegeven wat je nu al bewijzen van zou kunnen doen. En iets wat wij als extra voor onze leden hebben toegevoegd. Namelijk de Fitflix. De Netflix voor de fitnessindustrie noemen wij het. Oftewel de video on demand. Nou, waar verkeren we ons nou in? Daar hebben we eigenlijk drie kopjes. Situatie, complicatie en reactie. Situatie wil zeggen de huidige stand van zaken, hoe het er nou voor staat. En voor ons, zowel jullie, betekent het eigenlijk dat het huidige dienstenpakket ja, zoveel mogelijk wordt uitgediend als waar kan. Weinig klanten verlengen. Niet duidelijk is wanneer de sportschool wil opengaan, althans niet 100% duidelijk. En er zijn weinig nieuwe verkopen op het moment. Oftewel, basis is het stukje retentie, maar het stukje groei, dat schiet er een beetje bij in. Dat is een uitdaging. Nou, daar zit een complicatie aan gekoppeld. Want je omzet stagneert, hè, zoals Patrick net ook al zei, als jij vooruit investeert op de toekomst, moet je voldoende liquide middelen hebben om hier doorheen te komen. Nou, andere complicaties is dat de huidige situatie onvoldoende ingericht is voor online diensten. Nou, voor ons gesproken, hè, zoals ik net zei, 95% is PT en offline coaching. Het stukje online landschap, daar deden we al iets mee, maar nog onvoldoende. Nou, en dan de laatste is overleving is de absolute topprioriteit. Dat geldt voor ons allemaal. Nou, wat is daarop de reactie? Hoe pakken we dat nou aan? Nou, dat is allereerst natuurlijk klantretentie drastisch verhogen en de gebruikstijd in app vergroten. Oftewel, hoe meer mensen de app gebruiken, hoe groter de kans is op retentie, omdat ze een bepaalde afhankelijkheid creëren van de dienst, oftewel van de virtual gym. Je kan eventueel diensten aanpassen en of toevoegen, extra waarde creëren voor je community en content creëren als een gek. Ja, leuk om daar eventjes aan toe te voegen. Hè. De in-app tijd verhogen. Dan vragen we natuurlijk een hoop mensen zich af. Ja, maar waarom dan? Wat heb ik er nou aan als mensen langer in mijn app zitten dan normaal? Nou ja, kijk, voor de meeste fitnessondernemers die met Virtual Gym werken, is het natuurlijk zo dat je pas uitgenodigd wordt voor de app op het moment dat je een lid bent. En heel veel mensen die Virtual Gym gebruiken, die gebruiken dat mondjesmaat of niet zoveel. Behalve voor de ledenadministratie en wellicht het stuk financiële administratie. Maar ja, het moment dat je natuurlijk veel meer waarde gaat toevoegen in die app, waardoor de app aan zich al een toegevoegde waarde wordt voor die klant, ja, dan creëer je dus ook een stukje fear of missing out, hè, dat FOMO, zoals we het kennen, op het moment dat ze straks de app niet meer hebben. Hè, dus dan heb je in deze tijd waarop mensen de sportschool niet in kunnen, mocht je genoeg content kunnen creëren in de app zelf, wel nog iets anders waar mensen geen afscheid van zouden willen gaan nemen. Dus in die zin is voor ons heel belangrijk om die in-app tijd te gaan verhogen, zodat alle klanten die nu niet de PT krijgen zoals ze dat gewend zijn of zoals ze dat wensen, toch andere dingen krijgen die ze eigenlijk ook niet willen missen. Als ze niet zouden verlengen, wat wel de consequenties zijn van niet verlengen of geen nieuw pakket aanschaffen, zeg maar. Ja, dus onder andere je community functie voldoende benutten, genoeg content daarvoor maken en eventuele extra diensten gratis aanbieden binnen de virtual gym omgeving. Maar de sales funnel. Nou, wij hebben ervoor gekozen
om een driestapsmodel te maken, waarin we eigenlijk een tussenkanaal plaatsen. Want normaal gesproken heb je dus je social media kanalen en uiteindelijk dan je bent klant. Er zit niet echt iets tussen. Nou, wij zijn van mening dat jij een stap daartussen moet zetten. Ja, want je hebt koude leads en je hebt dan een klant. Je wilt dus van een koude lead eerst een warme lead maken. En dat kan je doen door middel van exclusieve content. Dus wat we hebben bedacht, is dat we op de gewone algemene social media pagina's gewoon interessante en leuke content maken, maar van beperkte duur. En de call to action in die gewone content op de algemene social media, die moet leiden naar de besloten Facebookpagina en of de e-mailreeks serie. En dan kun je misschien de vraag stellen, maar waarom weer een ander kanaal of een e-mailserie? Nou, als jij in een besloten Facebookgroep zit, dan heb je niet te maken met een Facebook-algoritme. En je krijgt een melding als er een bericht wordt geplaatst. En je krijgt in principe alles te zien. Nou, dat is één. En ten tweede, als jij je e-mailseries hebt, dan kan je dus individueel targeten waar je ook niet te maken hebt met Facebook-algoritmes. Om eventjes naar een korte toelichting op te geven wat die Facebook-algoritmes precies zijn. Veel mensen weten dat namelijk niet. Maar als jij iets plaatst als bedrijf of als persoon, dan komt dat uiteraard op jouw tijdlijn te zien. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt jouw bericht niet aan iedereen laten zien. Facebook die kiest een select mensje, een aantal mensen, dat kan misschien 10% zijn van al jouw volgers, die uiteindelijk dat bericht maar te zien krijgen. Daar heeft dus Facebook allerlei algoritmes voor, die bepalen wat relevant is en wat niet, en wie wat te zien krijgt. Nou, en wil je dat natuurlijk volledig omzeilen, en wil je dat je een volledige 100% aan volgers ook echt ziet wat jij post, ja, dan zul je een besloten groep moeten maken, want daarin wordt wel alles bij iedereen getoond, en daar krijgt ook iedereen een melding van. En het mooie van dit verhaal is, iedereen die uiteindelijk ervoor kiest om jouw besloten groep te gaan volgen, dat zijn natuurlijk mensen die al super geïnteresseerd zijn in wat je doet. Ze kiezen er namelijk voor om echt een stap verder te gaan en niet alleen jouw privépagina of jouw bedrijfspagina te liken. He, want dat kan heel makkelijk. Als jij wordt uitgenodigd door een vriend om een pagina leuk te vinden en je klikt op oké. En dan volg je feitelijk al een bepaalde pagina. Maar door dit toe te voegen gaan mensen nog een stap dieper en zeggen eigenlijk, nou weet je wat die sportschool doet? Dat vind ik zo interessant. Daar wil ik eigenlijk alles van zien. Nou, dus dan krijg je eigenlijk meteen een filtering van mensen die het wel leuk vinden, hè, naar echt warme leads. Mensen die echt geïnteresseerd zijn in datgene wat je doet. Ja, dus tussenstap Facebook community en vanuit die Facebook community, daarin kunnen call to actions plaatsvinden na de daadwerkelijke sale. Dan mag je naar de volgende slide. Dan gaan we nog wat vragen, twee seconden tussendoor. Want Marcel, beaam jij dit? Gebruik je dit ook zo als visie zijnde? Wij gebruiken inderdaad Facebookpagina's en besloten pagina's. En besloten pagina's voornamelijk met onze cursussen, zeg maar. Dus als we dat de mensen die we zeg maar in een lange traject meenemen, dat die een besloten pagina hebben. Ik vind het ook wel inderdaad een goed idee om mensen die zeg maar meer geïnteresseerd zijn in bepaalde dingen, om die inderdaad toe te voegen aan een andere besloten pagina. Het is inderdaad, ja, je moet wel oppassen dat je door de bomen het bos nog wel blijft zien. Mm-hmm. Wij gebruiken wel de social media campagnes gebruiken wij om mensen inderdaad te trechteren naar een bepaald idee. En dan inderdaad call to action, klik hier voor een dagpas. En dan kom je normaal gesproken bij ons naar de club. En dat stukje, dat missen we nu nog wel. Maar zoals ik al eerder zei, ik ben nu alleen bezig met de retentie. En de nieuwe aanwas, die laten wij heel even liggen in zoverre dat als mensen lid willen worden, dan schrijven ze natuurlijk in. Alleen dat is nu niet, omdat ze geen dagpas krijgen. Begrijpelijk. Dus, maar ik vind het wel een mooi idee om meer besloten pagina's gaan voeren. En, maar ik ben wel benieuwd wat jullie in Virtua Gym zetten, zodat de leden bang zijn dat ze dat missen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, kijk, om daar verder op in te gaan. Jij zegt door de bomen het bos niet meer zien. Dat klopt. Daarom wil ik jou ook meegeven. Jij plaatst video's van yoga-video's bijvoorbeeld van een half uur tot een uur misschien, hè? Ja, een half uurtje, ja. Ja, precies. Wat je dus kan doen, je pakt die yoga-video van een half uur. Daar knip je een samenvatting uit van de bewegingen die jullie gaan doen. En daar maak je een video van 2 minuten van. Mm-hmm. Die plaats je op je algemene social media. En op de besloten Facebook-pagina deel je bijvoorbeeld ook die workout. Dus dat deel je, zeg maar, in de besloten pagina deel je de beta-versies van je dienst,
van je online dienst. En op je algemene social media plaats je een samenvatting. En dan zet je op de algemene social media, zet je de call to action naar de besloten pagina. Dan zeg je eigenlijk van, hey, wil je met mij de volledige workout meedoen? Dat kan, word dan lid van onze besloten Facebook pagina. Ja. Nou, dan gaan mensen daarheen, kunnen ze volledig meedoen. En in die besloten Facebook pagina, daarin ga je allemaal verschillende soorten exclusievere content aanbieden. Nou, voor ons is dat bijvoorbeeld een workshop gezonde voeding. Of een volledige workout video. Maar je kan er ook bijvoorbeeld inzetten, meld je nu aan voor een gratis 1-op-1 adviesgesprek. Geheel vrijblijvend. Dan heb je al je warme leads gefilterd. Nou, je biedt een adviesgesprek aan 1-op-1. Kan in jouw geval zijn op de club zelf met een gratis kennismaking en rondleiding. Nou, en zo trek je dus eigenlijk vanuit die Facebookpagina, trek je die mensen zo naar je club of naar je community. Dus ja. Hè, ik ben hem nu even andersom het formuleren van bottom-up. Maar even als ik hem van boven naar beneden ga. De doelen van de algemene social media moet zijn het algemeen helpen van mensen en persoonlijke video's plaatsen, oftewel binden en boeien. Je moet aan de voorkant van je social media binden en boeien, dus persoonlijke video's plaatsen met je eigen ervaringen, expertise, je deelt je meningen of je bespreekt hypotheses. Nou, vanuit daar kun je dus leads in je funnel krijgen. Dat is het doel. En het middel daarvan is aan het einde van het bericht sowieso een call to action plaatsen en het bieden van exclusieve gratis content op het kanaal waar je naar verwijst. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn binnen de Facebook pagina of e-mail marketing. En een middel is ook het recensies delen van klanten. Want als andere mensen het woord voor jou voeren, dat is veel krachtiger dan als jij het woord voert. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar het algemene social media. Dus stap 1 in principe. En dan gaan we naar de tweede. Nou, en dan heb je dus de besloten Facebookpagina en e-mail marketing. Nou, ik zet die dus eigenlijk samen, omdat het twee vormen van exclusieve manieren van marketing zijn. Omdat je 1-op-1 kan marketen en niet te maken hebt met het algoritme van Facebook, zoals Remy net ook al zei. En het doel daarin is eigenlijk het verzamelen van de leads op één plek en het scheiden van, zeg maar, suspect, prospects en leads. Dus dat je, zeg maar, echte mensen hebt die daadwerkelijk met hun doelen van start willen gaan en mensen die ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in jou. Nou, en zoals ik zei, op zeilen van Facebook-algoritme, ja, mensen warmer maken in de sales funnel. Ja, Marcel, jij zegt ook, wij funnelen trechtere mensen. Nou, je wilt eigenlijk weten welke mensen zijn dat nou die geïnteresseerd zijn. En het doel is om mensen te laten proeven van je primaire dienstverlening. Dat doe je eigenlijk, zeg maar, binnen de community of de e-mail marketing. Een leuke manier om toe te lichten hoe wij dat doen. Dat is een leuk voorbeeld. Hè? Want we zien dus eigenlijk die trechter nu, hè? Een beetje visueel. Je hebt de gewone social media pagina's. Je hebt die besloten groep. En dan heb je nog je eigen dienstverlening, CQ, je community app bijvoorbeeld. En wat wij nu eigenlijk doen, hè, als voorbeeld, is je zet dus een voorbeeld van de workout die je gaat doen. Die zet je op je normale pagina. Daarin verwijs je de mensen naar je besloten groep. Simpelweg, jongens, wil je deze workout volledig zien? Meld je dan aan voor de besloten groep. Nou, mensen melden zich aan voor de besloten groep, kunnen daar een hele video zien. Maar ook die video is natuurlijk beperkt tot de equipment en de ruimte die wij op dat moment gebruiken. Dus je zult gegarandeerd een hoop vragen krijgen van mensen. Van ja, maar ik heb dit niet. Of ik heb een andere woonkamer waar ik dit niet kan. Of dat soort zaken. Nou, en dan heb je dus weer een mooi gesprek met iemand om de waarde toe te voegen van jouw eigen dienstverlening, waar ze dan uiteindelijk inderdaad wel wat voor moeten betalen. He, dus je wilt eigenlijk gewoon van iemand die nog niet geïnteresseerd is, een geïnteresseerde maken die in een algemene stukje kennis van jou gaat absorberen. En vervolgens daardoor jouw kennis en kunde leert kennen. Dus jou als een autoriteit op het gebied van leert kennen. En vervolgens op het moment dat hij toch gaat realiseren van ja, ik mis wat. Dit is niet persoonlijk genoeg voor mij. Of hoe moet ik dit nou in mijn situatie toepassen. Dan wil je weer die trigger inbouwen bijvoorbeeld naar je app of naar jouw online dienstverlening. Ja, en dat zou voor ons bijvoorbeeld zijn als personal trainers en coaches om dan via onze app echt op maat gemaakte workouts te kunnen bieden en binnen die community app weer Q&A sessies te houden voor al onze klanten om toch te bekijken hoe hun de coronacrisis thuis kunnen overleven. Dus op die manier eigenlijk echt die funnel doorwerken. Goed, dan de middelen van de besloten Facebook en e-mail marketing. Next pagina. Ja, middelen zijn, zoals Remy net ook al zei, je kan Facebook Live gaan en een Q&A doen binnen de Facebook community. Gratis workshop gezonde voeding. Nou, dat doe je bijvoorbeeld je maakt gewoon een PowerPoint presentatie en je gaat op Facebook Live binnen je besloten Facebook pagina. Je kan je volledige workouts daarin delen. Bijvoorbeeld een trainingsschema of gedeeltes van je primaire dienst weggeven. Zij het beta versies bijvoorbeeld. Nou, en tot slot is de call to action uiteindelijk
Of meld je aan voor de e-mailreeks om het e-book te downloaden. Of meld je aan voor een adviesgesprek 1-op-1 waarin ik ga kijken wat ik voor jou kan doen. Mm-hmm. Nou, dat is dus zeg maar het middel binnen dan die besloten Facebookgroep. Nou, dan hebben we de laatste. En dat is de Virtua Gym app. Nou, het doel van de Virtua Gym app is natuurlijk de retentie verhogen. Nou, zoveel mogelijk gebruikstijd genereren. En Remy gaf net ook al aan, een stukje FOMO creëren. Dat op het moment dat ze eigenlijk geen lid meer zijn, dat ze de app gaan missen. Nou, dat kun je alleen maar doen door zoveel mogelijk waarde te bieden en, binnen zo'n app. En dat je mensen zoveel mogelijk gebruik laat maken daarvan. Nou, die middelen, wat je hoe dat kan realiseren. Next. Is door community challenges te doen. Je kan algemene challenges voor iedereen kan je erin zetten. Je kan binnen de community ook waardevolle content delen. Tips, weetjes, feitjes. Je kan ook Q&A's live doen. Dus je kan een YouTube live link kan je delen in je community. Je kan volledige workout video's ook daarin zetten. Dus wat je op de Facebook community zet, kan je dus ook in jouw Virtual Gym Community app droppen. En die volledige video, daar kan je dan weer een recap van maken op je algemene social media. Dus zo behoud je dus het overzicht van content. Maar pak je dus eigenlijk één stukje content en knip je op in kleine stukjes die je dan op verschillende kanalen kan plaatsen. Zo hoef je maar één keer... Sorry? Arbeid intensief is dat natuurlijk ook minder dan. Je gebruikt gewoon hetzelfde stukje content, maar op meer verschillende manieren. Precies, en dat is super efficiënt, want zo hoef je niet constant het wiel opnieuw uit te vinden. Maar pak je één stuk content, een volledige workout video, dan maak je een recap van. En dan kan je bijvoorbeeld ook weer een screenshot van maken en een motiverende quote bijzetten, dat weer verwijst naar het stukje content, snap je? En zo kan je dus eigenlijk, deze strategie komt eigenlijk van Gary Vaynerchuk, dat is een hele bekende persoon op het gebied van social media, die eigenlijk zegt van, hey, maak één stuk content, spreid het uit over verschillende stukken kanalen. Daan kent die persoon ook wel. En... Toch, Daan? Ja, zeker, zeker. Gary Vaynerchuk, misschien even een leuk bruggetje, bij mijn vorige job werkte ik voor Baller. En hij was ook, daar was ik heel nauw betrokken bij het bedrijf. En het gaat erom content creëren. Maar dat is precies de kracht is, ook naar Marcel toe, wat hij zei. Je maakt één video en je knipt het op. Je geeft één stukje weg voor niks. Één stukje weg voor die warme leads. En dat hele, het exclusieve is eigenlijk alleen voor je leden. Dus zo knip je het op. Want de leden moeten ook voelen dat ze wel voor iets betalen wat alleen voor hun is. En niet voor iedereen beschikbaar is. En we zitten nu een aantal weken in de coronacrisis. En het begin, de eerste dag, ging iedereen content eruit gooien. Maar ik denk dat nu we een paar weken bezig zijn, is het goed om te bedenken, ja, wat geef ik voor niks weg? En wat is alleen voor mijn leden? Ja. Dus, dat is wel, dus daarom had ik ook de ruimte gegeven aan Remy en Dominique om dit uit te leggen, hoe hun dat doen. Want ik denk dat dat voor heel veel waarde is voor alle fitness. Ja, en het leuke om te vertellen is, alles wat we hier nou met jullie delen, zijn onze bevindingen van slechts de afgelopen 2 weken naar gedegen onderzoek te doen. Dingen uitwerken op whiteboard, brainstormen, proberen, kijken bij andere mensen, video's bekijken, stukjes studie, noem het maar op. En dat zijn allemaal bevindingen die wij dan eigenlijk in deze presentatie gezet hebben, die wij nu ook zijn aan het uitvoeren. Dus het is letterlijk, we zijn nu letterlijk hiermee bezig. Dus daarin kunnen jullie ook heel erg goed relateren aan ons, want jullie zitten in precies hetzelfde schuitje als ons. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te weten. Ik denk ook zeker dat al hetgeen wat jullie allemaal nu delen voor heel veel mensen heel waardevol kan zijn. Ik leer hier ook weer heel veel van. Ik weet hoe jij dat doet, Marcel. Ja, het is heel leuk wat Erwin en Dominique nu zeggen. Dat vind ik is mooi. Ik heel veel lovende reacties ook erin uitkomen. Dat is echt super gaaf, super waardevol, heren. Ja. Dank voor het delen voor deze contentstrategie. Ik wil trouwens nog één dingetje zeggen. Dat is dan een leuk voorbeeldje vanuit die challenges, die je natuurlijk ook in de community kunt zetten van Virtual Gym. Als je kijkt op de camera, dan heb ik hier een leuke omtrekmeter met ons logo erop. Nou, een van de challenges die natuurlijk op dit moment heel mooi kan worden ingezet, is bijvoorbeeld hoeveel centimeter taille-omtrek kun jij momenteel kwijtraken in de crisis. Nou, dat wordt voor ons een groepschallenge, dus we hebben al onze coaches gevraagd om even goed in te schatten welke van hun klanten een omtrekmetertje zouden kunnen gebruiken. Daar hebben we een lijst via gewoon een Google Sheets laten invullen. Nou, vandaag toevallig net 1,5 uur bezig geweest met labels printen met adressen van klanten. Nou, die krijgen allemaal een omtrekmetertje van ons toegestuurd. Nou ja, dan ga je natuurlijk vragen, dan moet dat veel kosten, nou, dat valt al mee. Als je een beetje op de grotere Chinese exportsites kijkt, daar vind je voor een paar cent per stuk een mooie omtrekmeter. Te krijgen. zonder reclame te maken voor bepaalde webshops.
Ja, dat kun je tegenwoordig al redelijk snel binnenkrijgen. En via die weg kun je je klant ook wel wat extra's geven. Kijk, ja. Zeker als ze hun contributie doorbetalen. Het is toch een paar tientjes in de maand die ze minimaal kwijt zijn. Maar goed, zo'n dingetje van een euro per stuk of minder. Ja goed, dat is het minste wat je kan doen qua kosten. Maar daar kun je wel heel veel goodwill en waarde mee creëren. Omdat iedereen zo'n dingetje op de mat krijgt. Ja, en er komt een mooie challenge die weer door je coach geboost wordt. En nou, dan kun je weer hele leuke prijzen aan koppelen. Bewijzen van vanuit de ranglijsten en dergelijke. Tot slot. Zeg maar Marcel. Nou, wat we ook nog gedaan hebben, dat vergeten te zeggen. We hebben alle clubleden een aparte kaart laten maken met thank you. Die werd tegelijkertijd verstuurd met ons filmpje, zeg maar. Mooi. Werd die gemaakt. En die krijgen ze in de loop van deze week binnen. Dus ieder clublid hebben bedankt voor het vertrouwen en het geduld in deze tijd. En nogmaals zetten we erbij van en we zullen na de crisis op een gepaste wijze compenseren. Weet je, dus we laten constant zeggen we dat we gaan compenseren. Heel veel mensen willen het niet, dat weten we ook al. Alleen toch geven de mensen dadelijk nog de vrije keus van oké, ik wil wel of geen compensatie. Daar hebben we ook al het plan voor klaar liggen. We hebben de entree terug hebben we al met ook dezelfde uiting met thank you. Wordt overal in de kliklijst wordt dat gehangen. We zijn banners aan het maken, dus als mensen dadelijk weer binnen mogen, dan zien ze ook gelijk dat diezelfde uiting met hetzelfde bedankje. Dus dat om de retentie, gewoon het clubgevoel, het communitygevoel te versterken. Ja, daar wil ik iets aan toevoegen, tot slot. Bekijk deze sales funnel eigenlijk van bottom-up. Zie jouw virtual gym community als de basis. En de waarde die je daarin biedt, is de basis. En alle content die je daarvoor maakt, alle volledige content die je daarvoor maakt, daarvan moet je kleine stukjes pakken. En die ga je dus in je Facebook community, in je algemene socials delen. En best practice daarin is, zorg ervoor dat jij tegen je publiek spreekt persoonlijk. Je kan wel een post plaatsen, een tekst typen, maar als jij tegen je eigen publiek spreekt, is het vele malen krachtiger. Precies. Hey, ik hoor eigenlijk de woorden community, kansen, maar eigenlijk komen er ook steeds veel meer kansen komen steeds meer naar voren. Ja. Mark heeft ook namelijk een hele leuke visie op, dus ik wil eigenlijk Mark even het woord geven over de kansen in deze tijd. Ja, dankjewel Mitch. Dat is sowieso heel leuk om een aantal van deze voorbeelden te horen. En vanuit mijn huidige rol bij Virtual Gym, een klein succesteam, ben ik natuurlijk heel nauw betrokken met klanttevredenheid en hoe we die binding kunnen optimaliseren. Ik hoorde vorige week in het webinar hele leuke voorbeelden over de helden van Health Club 45. Als ik me niet vergis met kleine beeldjes, poppetjes en foto's die werden geplaatst in de club. Voor mensen die gewoon doorbleven gaan met hun incasso. Ik denk dat je het in dat soort ideeën moet zoeken. Wat wij onlangs bijvoorbeeld binnen Virtual Gym hebben gedaan. En misschien voordat ik daarop inga, ik denk goed om aan te geven dat Virtual Gym is natuurlijk heel vergelijkbaar met een sportclub. Dat klinkt misschien heel gek, omdat wij natuurlijk een softwareleverancier zijn. Dan denk je, maar Virtual Gym is toch geen fitnessclub. Hoezo vergelijk je jezelf daarbij? Maar ook Virtual Gym, die heeft leden. En biedt een dienst aan. En net zoals in de fitnessbranche, heeft ook Virtual Gym het op dit moment ook zwaar. Wij zien ook natuurlijk de crisis die ook een impact heeft op ons bedrijf. En we proberen ons continu te realiseren. Wat kunnen wij nou doen om een extra service te blijven leveren aan onze klanten? Wat kunnen wij nou voor extra diensten blijven leveren? Dan zullen we zo wat verder op ingaan. Maar onder andere een van de dingen die we een tijd terug hebben gedaan is naar een bepaalde doelgroep een handgeschreven kaart sturen. Als bedankje. Ik heb het onlangs hebben we dat binnen ons eigen team ook gedaan, maar ook naar een groep klanten. En dat wordt zo warm ontvangen. Een handgeschreven kaart in deze tijd is zoveel waard. In het tijdperk waar we allemaal digitaal zijn, als je dan even een stapje terugzet om voor iedereen een persoonlijke boodschap te schrijven, of dat er nou 100 zijn of 500, ik denk dat het de moeite waard is om die tijd te investeren. Dat ook zeker. Daarnaast,
Sorry, wat wil je zeggen, Mitch? Nee, ga je gang. Die ging ook naar de volgende slide. Helemaal prima. Ik wil iets zeggen over de community, als het mag. Ja, zeker. Mensen reserveren bij ons altijd de lessen. Dus wat de volgende stap ook is bij ons, is dat docenten, die gaan alle mensen in hun les bellen, zeg maar. Dus omdat we terug kunnen kijken wie er deelgenomen heeft in de lessen. En dan gaan we gewoon bellen van, goh, hoe gaat het ermee? Volg je ons op YouTube? Volg je de filmpjes? Hoe is je trainingsprogramma? Kunnen we je ergens mee helpen? Dus we hebben daar een script voor gemaakt. En dat start deze week. En dan dus dat we het team weer betrekken bij de communicatie naar in onze community, zeg maar. Ja, ja. Ja, mooi. En dat team van jullie, Marcel, hoe groot is het team? Waar moet ik dan aan denken? En hoeveel leden bedienen jullie? We hebben 30 medewerkers en we hebben bijna 2000 leden. Zo, dat is een heel boven de flink aantal. Ja. Ik vind het bijzonder om te horen dat de voorbeelden die je geeft zijn... doe mij overkomen alsof het een kleine, hele persoonlijke club is met een hele persoonlijke relatie met de leden. Als ik deze aantallen hoorde, denk ik, wauw, het is gewoon een enorme club. Ja. Maar toch zo te horen heel veel loyaliteit met de leden. Ja, ja, klopt. Ja, wat ik al zeg, bij ons, we willen graag dat de instructeur de mensen bij naam kent. Als iemand bij de receptie voorbij komt, die logt in. We hebben geen poortjes. We hebben eigenlijk een vrij inloopsysteem, maar mensen moeten inloggen met hun polsbandje. En eigenlijk wordt iedereen welkom geheten door degene die bij de receptie staat. Vaak wordt de naam gezegd. In de lessen worden de namen gezegd. De mensen worden ontvangen bij de deur. Mensen worden dag gezegd bij de deur na de les. Dus we proberen inderdaad heel de tijd maar namen te noemen. Proberen dingen te weten van mensen. Hoe het met de schoonmoeder gaat, hoe het met de hond gaat. Hoe de vakantie was. Dat soort dingen. En dat is eigenlijk bij alle medewerkers doen we dat. En wij geven het zelf daar ook het voorbeeld in. Om constant met mensen bezig te zijn. Dat is wat we leuk vinden. Om mensen mee te nemen in onze gezonde levensstijl. Mensen gezond te laten voelen. Passion for healthy living hebben. Dat is wat we proberen uit te dragen. Ik weet niet wat jullie betreft, maar hoe Marcel het vertelt, dat is gewoon heel inspirerend. Het geeft mij gewoon zin om naar zijn club te gaan. Om te kijken hoe dat is. Of mensen daadwerkelijk... Ja, serieus. Ja, dat werkt gewoon super fijn op je gemoedstoestand. Dus als je een lesje kan leren, be like Marcel. Ja. Dank je wel. Heb je ooit al een boek geschreven, Marcel? Wat zei je? Heb je ooit al eens een boek geschreven? Ik zou het lekker doen. Oké. Nou. Heel inspirerend. Ja, boekje open doen. Ja. Je bent altijd welkom om langs te komen trouwens, als het weer mag. Goed. Leuk. Misschien houden we je daar wel aan. Goed. Dan om nog even een kijkje te nemen naar enkele kansen in de huidige periode. We zijn natuurlijk, zeker als de clubs open zijn, zijn we altijd druk. En er zijn altijd leden in onze club wat ons weinig tijd geeft om soms een stapje achteruit te doen. Maar zoals Daan al aan het begin zei, deze periode is los van het risico is ook een kans. Een kans om dat stapje achteruit te doen, om die ruimte te nemen. Want normaal gesproken gaan we maar door en gaan we maar door. En mijn eigen leidinggevende die zei wel eens, het is alsof we een vliegtuig proberen te repareren terwijl hij in de lucht is. Of verder proberen te ontwikkelen terwijl hij aan het vliegen is. En dat is ook zo. En momenteel zijn de clubs dicht. Dat is een enorme uitdaging, maar dus ook een enorme kans om even dat stapje achteruit te doen. Ik hoorde bijvoorbeeld 2 weken terug iemand die ging een nieuwe vloer leggen en dat communiceren met de leden. We hebben het vorige week gehad over apparatuur een nieuwe plek geven, een nieuwe inrichting maken. En daarbij gelijk wel rekening houdend met de adviezen die Patrick net gaf. Voldoet nu de club aan die afstand van 1,5 meter? Of staan eigenlijk die apparaten veel te dicht bij elkaar? Want als ze straks open gaan, dan... Ja, we kunnen er vrij zeker van zijn dat we dan niet met 50 centimeter naast elkaar kunnen zitten op de apparaten. Dus is de club daar al klaar voor? Zodra die aankondiging komt, dan moeten we daar klaar voor zijn. Ja. Dus wat doen we nu om daar klaar voor te zijn? Patrick, kan je daar misschien even inhaken? Hoe zie jij dat?
Ik ben, kijk, het zijn echt mooie verhalen, want ik denk dat het belangrijk is dat je iets haalt uit deze periode, uit deze crisis. Never waste a good crisis. Dus dat je inderdaad... Never waste a good crisis. Dus dat stapje terug en nadenken als ondernemer, zeg maar, over je eigen bedrijf. Dit is wel, je wordt tot stilstand gebracht door de overheid, hè. Maar probeer er iets uit te halen. Dus dit zijn echt wel hele mooie verhalen om nog eens een keer... Waar je later terug... En ja, oké, toen kon ik eigenlijk dingen echt even anders doen. Want ik heb gewoon dingen... En dan heeft het niet alleen te maken met de afstand van de apparatuur, waar wij spreken, maar denk na over je strategie. Denk na over je visie. Is dat goed doorvertaald in je bedrijf? Ja, gebruik deze tijd, waarin je niks, maar heel weinig kan of mag, ook maximaal om nieuwe dingen te doen. Want op het moment dat je, ja, dat je in een soort Calimero-houding belandt, dat is meer gedragskunde, zeg maar, dan komen die ideeën niet. Dus ik daar ben het heel erg mee eens. Gebruik dat op deze manier en zorg ervoor dat je, dat is natuurlijk ook de boodschap die ik geef, denk na over wat het betekent straks om open te gaan en hoe je dat op een goede manier kan doen. Dus het is niet alleen maar een likje verf en dergelijke, of een nieuwe vloer. Het gaat ook over je bedrijf evalueren. Gebruik deze tijd, want straks gaat het open, zeg maar, ben je met hele andere dingen weer bezig. Ja, ja, helemaal mee eens. Een van de zaken waar ik bijvoorbeeld zelf erg gepassioneerd over ben, is de onboardingproces van nieuwe klanten, van nieuwe leden. Hoe ziet dat proces eruit? Wanneer een lid voor het eerst binnen een sportclub komt, heb je een getting to know you formulier? Wat voor intake heb je? Hoe is Virtual Gym daarop op gestreamlined en op aangepast, zodat je die data ook weer kan verwerken in ons systeem? Hoe ziet het onboardingproces er dus uit om het maximaal uit je leden te komen? Dat geldt voor ons net zo goed. Wij hebben een onboardingproces binnen Virtual Gym voor nieuwe klanten. Dat enkele maanden duurt, waarbij wij proberen te zorgen dat we binnen zo snel mogelijk tijd zoveel mogelijk waarde creëren voor de klant. Nou, hoe doe je dat binnen je sportclub? Ik denk dat dit een heel mooi moment is om samen met je personeel te gaan zitten en dat te gaan evalueren. En dat bij je personeel neer te leggen. Nou, dit werd al eventjes een aantal keren gezegd. Retentie. Het is natuurlijk veel duurder om nieuwe leden binnen te halen. Dat geldt voor elke sportclub, studio of personal training studio over het algemeen. Het binnenhalen van nieuwe leden is gemiddeld zo'n 5 keer duurder. Dan moet je denken aan de kosten van je marketing en uiteindelijk ook de gesprekken die je houdt bij de leden. Terwijl het behoud van de klanten, daar pakken we uiteindelijk de meeste waarde op. Dus wat kan je doen om die retentie zo hoog mogelijk te houden? Zeker op dit moment, want zoals Marcel al zei, het binnenhalen van nieuwe leden op dit moment is erg uitdagend. Ik vind het heel knap, Dominique en Remy, dat jullie nieuwe leden weten te werven in deze periode. Dan moet ik even op inhaken. Wij hebben de hele contentstrategie vanaf scratch nu op papier gezet. Zijn we uit het werken. Mm-hmm. Kijk, ik wil niet hiermee zeggen dat wij ontzettend veel nieuwe leden hiermee werven. Maar het, ja, weet je, het moet nog blijken. Want het is voor iedereen een uitdagende situatie. De basis is retentie. En die content die we gebruiken voor retentie, die gebruiken we aan de voorkant van het salesproces om te proberen te groeien. Dus dat is het doel. Het is niet zo dat wij daar nu extreem succesvol in zijn. Het is een ontwikkelende fase. Ja, nee, dat is begrijpelijk. En ik denk dat het heel mooi is als je met de initiatieven die je nu doet, de klappen kunt opvangen van het extra verloop die je eventueel hebt in deze periode. Ja. Zoals je op dit moment bijvoorbeeld 15 extra leden per maand verliest, maar met bepaalde online strategieën of online coaching, online groepslessen, 15 nieuwe leden kan werven. Wat misschien een schijntje is ten opzichte van wat je normaal werft per maand, maar dan balanceer je wel dat extra verloop uit om zo deze crisis door te komen. Ja. Nou, dan gaan we kijken naar een aantal alternatieven die onder andere Virtual Gym aanbiedt. En Daan, volgens mij wilde jij hier wat over vertellen. Ja, zeker, zeker. Marcel haalt het ook wel even aan, want we hadden het hier vorige week al over. Dus binnen Virtual Gym zijn wij aan de slag gegaan van wat kunnen wij nu
ontwikkelen het aan haar binnen onze app en het platform om te zien van oké, hoe kunnen wij de klanten helpen, dus bijvoorbeeld met die Zoom links en de YouTube. Dus we hebben zeg maar twee verschillende roosters. En we hebben een afspraakrooster. Deze wordt met name gebruikt voor het boeken van 1-op-1 sessies. En deze gaat, vanaf morgen staat deze live, dus je kan hiervoor met CS contact opnemen om het aan te zetten. En wat is het doel hiervan? Nou, het afspraakrooster, dat geeft jou beschikbaarheid voor de hele dag aan. En dan kunnen klanten zelf inschieten wanneer zij bijvoorbeeld een 1-op-1 sessie willen. Maar nu is natuurlijk ook de kans om bijvoorbeeld niet alleen een 1-op-1 sessie voor het personal training, maar ook bijvoorbeeld voor een adviesgesprek over nutrition, over hoe mensen misschien het algemeen moeten omgaan met de gezondheid binnen de coronacrisis. Hè? Dominique gaf vorige week een heel goed voorbeeld. In de supermarkten zijn alle niet-vers producten heel snel uitverkocht en de vers producten blijven een beetje liggen. Denk ook aan de weerstand van de mensen. Geef ook, trigger ook je klanten ermee van, hey, eet gezond, blijf bewegen. Dus op die manier willen wij meegeven van, voeg dat linkje toe. En zoals je ook in het plaatje ziet, zo ziet de klant het dan binnen het afspraakrooster. Dus die klikt dan die boek een les in en dan klikt die klant om deel te nemen in de Hangout of de Zoom of YouTube. En dit sluit ook weer aan bij die contentstrategie. Want je wilt niet, ik ben het met Dominique eens, je wilt niet alle content openbaar zetten. Want je wilt ook waarde blijven toevoegen aan je leden. Dus als je het afsprakenrooster nog niet hebt aangezet, neem contact op met ons Customer Success Team, support at virtualgym.com. Hoe kunnen ze dat doen? Ter aanvulling, Daan. Hoe je daar onderscheid in zou kunnen maken, is dat jij binnen je community de live lessen aanbiedt. Zeg maar, in de betaalde variant bied je live lessen aan, dat echt letterlijk live is. Dat de fitnessinstructeur communiceert tegen de mensen. En dat je in de Facebook community kan je bijvoorbeeld de opgenomen variant plaatsen. Kijk, zo kan je dus een onderscheid maken tussen de kwaliteit van de lessen. Ja, zeker. En daarnaast hebben we nog het groepslesrooster. Het is wel mogelijk om deze te boeken natuurlijk via de app, maar de link kan je nog niet terugvinden. Dus we hebben twee verschillende roosters. Dus het afspraakrooster en het groepslesrooster. Maar mochten klanten via het groepslesrooster boeken, kunnen ze wel de linkjes zien in het webportaal. Dus ze kunnen bijvoorbeeld op de computer die les afspelen waar ze zich voor hebben aangemeld. Mocht je dit graag willen of je hebt hier vragen over, er wordt straks op de panelleden wordt de link gedeeld, het e-mailadres waar je je vragen naartoe kan mailen, kan je contact opnemen. Zeker. Dus dit wilde ik even vertellen hoe wij als Virtual Gym hiermee aan de slag gaan. En dan wilde ik graag het woord geven aan Mark over onze feature Video on Demand. Yes, dankjewel Dan. Video on Demand. Waar het vorige voorbeeld van Daan dan met name in het voorbeeld zoals Daan hem gaf inging op die live groepslessen via bijvoorbeeld Zoom. Snap we ook dat niet iedereen tijd heeft of de mogelijkheden heeft om bijvoorbeeld 3 keer per week die live groepslessen aan te bieden aan hun leden. En daarvoor hebben wij een integratie ontwikkeld met Video on Demand. Wat eigenlijk het Netflix van de fitnessindustrie is. Dus Video on Demand die heeft een zeer grote database met groepslessen. Alles van yoga, pilates, core stability, etc. En dat is aan te bieden via de mobiele app of via het webplatform. Kijk, ik zie hem al even bij Dominique op het scherm. Je hebt hem dan als tegel, denk ik, in een van de... Goed kijken. Dat is wel heel klein, hoor. Rechts onderin? Ja, daar is hij. Dus dat betekent dat je hem als tegel kunt toevoegen aan de app. Dat doet ons klein succesteam voor jullie. En op die manier kun je dus je leden van content voorzien tijdens deze periode. Eigenlijk weer met als doel om je leden te blijven enthousiasmeren, om ze fit te blijven houden, om maar geen reden te geven om een abonnement te beëindigen. Om continu waarde toe te blijven voegen tijdens deze periode. Ja. En dat kun je dan tijdens eigenlijk altijd beschikbaar maken. Maar wat je ook zou kunnen doen, eigenlijk in het voorbeeld wat Daan net gaf, om dat bijvoorbeeld met linkjes in het nieuwe afspraakrooster beschikbaar te maken. De specifieke lessen, om het zo
om zo ook wat houvast te geven aan je leden. Ritme en regelmaat. Nou, hoe ziet dat er nou uit? We zagen net al eventjes, tegenkomt in de app, daar klikt een lid op. Dan opent het video on demand. Het is eigenlijk een soort van Netflix en daarin kun je ofwel zoeken binnen alle content of filteren op specifieke workouts, groepslessen. Dat varieert tussen de 7 minuutjes tot, ik geloof, meer dan een uur. En hoe positioneer je dat dan nu in je bedrijf? Volgens mij kan Dream SRX dat jij een hele mooie voorbeeld geven. Nou ja, kijk, we hebben het de hele tijd over klantretentie. En laten we eens even zo stellen dat we eerst voor onze huidige klanten een thuisworkout hebben ingeboekt. Hè? Dus dat is één ding wat je kan doen, een thuisworkout boeken. De tweede is dat je persoonlijke doelstellingen voor de klant kan inboeken die kan nastreven. Ja, we hebben dan in het midden een tile toegevoegd met Watch Me. En dat is dan een persoonlijke boodschap rondom de coronacrisis. En dan beneden hebben we een banner toegevoegd met de community. Dus dat mensen gebruik maken van de community. In de community staat dan de content van de community. En dan als laatste, om mensen te enthousiasmeren om te blijven sporten. Zij uit groepslessen, één op één, whatever. Hebben wij het niet video on demand genoemd, maar Fitflix. Oftewel de Netflix van de fitnessindustrie. Ja, wat fijn is, we hebben vorige week hebben wij de webinar bijgewoond van jullie. We waren echt redelijk enthousiast. Aansluitend hebben wij al onze coaches een bericht gestuurd en een poll gehouden. En 95% was echt enthousiast. Als in, ze zagen het echt als een meerwaarde om klanten te helpen in deze periode. En het is echt een hele goede manier om mensen gebruik te laten maken en te laten blijven maken van de app. En ze om ze zo actief te houden. Nou, persoonlijk vind ik dat het best wel een hele eigen, goede, professionele customer experience heeft. Want ja, bovenin kan je het niveau in toetsen. Dus het level kunnen mensen dan uitkiezen. Duration, dus hoe lang de workout gaat duren. En dan als je daarop klikt, dan rollen daar allerlei verschillende workouts uit. Maar eens even het laden, moment. 1 seconde. Ja, het zuiden is het internet traag, hè? Niet dan. Ja, dat klopt. En dan krijg je allerlei verschillende workouts. Van HIIT tot cardio, tot core, tot cycling, zelfs dance. Noem het maar op. Nou ja, je klikt erop op boksen. Nou, je klikt erop en het speelt zich meteen af met uitleg, muziek, motivatie. Dus ja, weet je, zo benut je echt alle pijlers binnen de app om mensen daar eigenlijk en te ondersteunen tijdens deze periode. Hoe wij het positioneren is als volgt. We hebben een video opgenomen waarin ik gewoon letterlijk een screen capture neem van mijn scherm. En een mezelf film waarin ik uitleg hoe het werkt met een leuke motiverende boodschap. En dat stuur ik eigenlijk naar al mijn coaches met instructies hoe ze dat naar de klant kunnen vertalen. En ze kunnen dat met die klant dan daadwerkelijk inboeken of toelichten. Ja, en wij droppen dit in de community. Ik zal dadelijk de video afmaken en dan zal ik jullie die allemaal persoonlijk toesturen, zodat jullie kunnen bekijken hoe ik dat aanpak. Heb je misschien een kleine inspiratie over hoe je dit zou kunnen communiceren naar je leden? Goed plan? Leuk. Cool. Nou, gaan we door. Even kijken. Deze uitleg die we nu hebben gehad. Ja. Dus, Nou, gaan we nog even verder naar Virtual Gym at Home. Ik realiseer me heel goed dat er ook mensen zijn in de webinar vandaag die Virtual Gym niet gebruiken. En die zeggen, ja, dat is leuk en aardig. Maar wat heb ik eraan? Nou, ook vanuit onze kant hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. En voor iedereen die geen Virtual Gym klant is, hebben wij een licentievrije oplossing ontwikkeld. Dat noemen we Virtual Gym at Home. Met als doel om ook clubs die bijvoorbeeld wel een ledenadministratiesysteem hebben, maar geen Virtual Gym systeem, toch de mogelijkheid te geven om thuistrainingsplannen aan je leden te kunnen bieden. Dus Virtual Gym at Home is een platform waar je gebruik van kunt maken en daarmee een groot aantal thuisworkouts via de app beschikbaar kunt maken voor je leden. Mocht je daar nou interesse in hebben, dan kan Daan misschien even een berichtje achterlaten in de community of in deze chat, Daan, voor wat aanvragen. Katie heeft een berichtje er al ingezet ook. Dus, super. Ja.
Als je nou wel klant bent en Virtual Team al gebruikt, dan hebben we deze content hebben we uiteraard ook beschikbaar gemaakt voor onze huidige klanten. Dus mocht je zeggen, oh, dat, die thuisworkouts, waar kan ik die dan vinden? Nou, wij hebben die oefeningen, die database met trainingsplannen voor thuis, hebben wij met ons fitnessteam gecreëerd en toegevoegd aan de app en aan de database met workouts. Dan vervolgens kun je even in de bedrijfsinstellingen kun je aangeven welke trainingsplannen je leden mogen zien. Of dat alleen de trainingsplannen zijn van jouw eigen bedrijf, of ook die van Virtual Gym. En als je dat van Virtual Gym selecteert, dan worden ook deze thuis trainingsplannen beschikbaar voor je leden. Eventueel zou je ook van elk trainingsplan natuurlijk een kopietje kunnen maken. En op zo'n manier in je eigen branding als het ware beschikbaar kunnen maken als clubplan. Nou, dat ziet er dan zo uit. Dus het wordt toegevoegd aan de app. Dan kunnen leden klikken op het dumbbeltje of hoe je dat in jouw app hebt weergegeven. En vervolgens op thuistrainingsplannen kunnen zij de verschillende plannen zien en toewijzen aan hunzelf. Je zou ook deze plannen kunnen toewijzen voor een lid. Of je kunt dit massaal aan meerdere leden, bijvoorbeeld wel 100 leden tegelijkertijd, kun je zo'n trainingsplan toewijzen voor thuis. Dus bijvoorbeeld elke week weer een nieuw trainingsplan voor thuis toewijzen aan al je leden. Berichtje in de community erbij plaatsen met jongens, er staat weer een nieuw trainingsplan klaar in jullie agenda. En hoeven de leden alleen maar naar hun eigen agenda te gaan om dat trainingsplan aan te klikken. Ja. We hebben natuurlijk een heel groot gedeelte nu eigenlijk besproken en heel diep op bepaalde punten ingegaan. Praktisch, content. Ik denk dat het heel erg waardevol is. Maar natuurlijk hangt er ook een klein stukje juridisch aan. Ik denk dat ik even Patrick het woord wil geven voor de initiatieven die zij hebben met betrekking tot... dat was één slide te ver, als het goed is. Ja. Ja. Voor met betrekking tot NL Actief. Ja, we gaan even een stukje terug, zeg maar, van alle nieuwe ideeën. En zeg maar vooruit wat meer naar hoe zorgen we ervoor dat de branche goed deze crisis uitkomt, als het ware. Wat we eigenlijk gedaan hebben, vanuit NL Actief zijn we er voor onze leden. En die krijgen eigenlijk normaliter altijd alle informatie die wij hebben. Die zetten we achter de inlog. We hebben overigens nu in deze fase bedacht dat we die informatie ook breder beschikbaar stellen. Dus stuur een mailtje naar info@noactief.nl en dan krijg je eigenlijk alle informatie die er achter de inlog beschikbaar is. En dat is een deel wat hier staat als het ware. Dus onder andere die modelbrieven voor de consumenten en voor medewerkers en ZZP'ers die vooral... De laatste was met name aan het begin van belang, bij wijze van spreken. Wat we eigenlijk steeds blijven doen, waar we ons op blijven focussen ook, is dat we namens de branche proberen te zorgen dat er een goede compensatieregeling komt vanuit de overheid. Daar zal Daan straks juridisch wat over zeggen, maar daar zijn we eigenlijk constant mee bezig. Dan kan je denken aan de NOW, dan kan je denken aan de TOGS. Voor de ZZP'er is dit wat weer anders. Dat is een belangrijk element. Het andere is, er is een behoorlijke discussie gaande tussen mag je een abonnement nou wel opzeggen of mag je hem nou niet opzeggen. Onze visie is dat je een abonnement die loopt niet op mag zeggen omdat het overmacht is. Dat is onze visie. We hebben daarvoor ook al wat discussies gehad met de Consumentenbond en de Autoriteit Consumentenmarkt. Die eigenlijk soms zeggen, ja dat mag nu wel, want een fitnessondernemer kan niet leveren. Nou, we hebben voor mij net hele mooie voorbeelden gezien dat een fitnessondernemer zeker levert. Maar op dit punt, ik zeg steeds, mensen die een abonnement op willen zeggen, die gebruiken dit ook een beetje als het moment om dat voor elkaar te krijgen. Maar als een lid een abonnement opzegt wat nog lange tijd doorloopt, kan je hem wat ons betreft zeggen dat dat niet mogelijk is. En als een klant dan toch op wil zeggen, dan kan je als je lid bent van NL Actief hem doorverwijzen naar de geschillencommissie. Maar juridisch is dit een beetje vaag terrein. Wat is de impact van overmacht nou eigenlijk op dit punt? De modelbrieven is wat praktischer, zeg maar, zodat de ondernemers ook direct, zeg maar, iets hebben wat ze kunnen gebruiken naar bijvoorbeeld consumenten. We hebben recent een advies uitgebracht voor incasseren voor april. En dat zullen we wederom doen straks voor incasseren vanuit mei vandaan. Dan kan de ondernemer dat volgen of niet. Maar we proberen ze eigenlijk zoveel als mogelijk te helpen. En vers van de pers, vanwege de coronacrisis heeft Ster aangeboden dat brancheorganisaties
waar de coronacrisis hard zeg maar, de ondernemers raakt, dat die recht hebben of gebruik kunnen maken van tv-reclame tijd. Dat hebben we inmiddels rond, dat gaan we ook doen. En in feite is de boodschap, ze hebben een tweeledige boodschap, gaan we daarvoor gebruiken. Is enerzijds support je sportclub. Dus blijf lid, blijf jezelf verbinden aan de club als het ware. Daar heb ik het uitgebreid over gehad. En de tweede is maak gebruik van de kennis van je sportclub om je op afstand te begeleiden. Nou, dat is ook eigenlijk al heel, heel uitgebreid net besproken. Dus we zullen ook op landelijke tv oproepen om lid te blijven van de clubs. Duidelijk. Dan wil ik eigenlijk het woord aan onze ook jurist geven, Daan. Ja. Ja, dan blijven we toch niet voor niks die studie gedaan. Nou, even heel kort, want we zijn al meer dan anderhalf uur bezig. De NOW-regeling die is gisteren live gegaan. Dus we hadden vorige week een goede discussie erover, ook met Dominique en Remy. Van ja, je kan het nu nog niet aanvragen, maar ik ga ervan uit dat iedereen die vorige week geluisterd heeft, alle papieren op orde heeft gemaakt. En deze vraag je aan bij het UWV. Het linkje staat er ook in. En die gooien we nu meteen nog even in de chat. Dus ja, vraag die regeling aan. En het gaat erom dat je minimaal een omzetverlies hebt gehad van 20% vanaf 1 maart. En dan worden de lonen overgenomen voor 90%. Nou, top, Mitch, als jij even die linkjes erin gooit. Dan hebben we de TOGS-regeling voor de getroffen sectoren. Dat is de €4.000. En deze kan je aanvragen sinds afgelopen vrijdag. En dit gaat bij het RVO. En daarnaast hebben we nog de TOZO-regeling voor de ZZP'ers. Deze vraag je aan bij je gemeente. En dan hebben we het linkje voor de Rijksoverheid. Maak gebruik van die regelingen, zodat je meer cash binnen hebt. Zodat je voorbereid bent op de toekomst. En dan was mijn vraag aan Marcel bijvoorbeeld. Van, ja, ben je hier ook al mee in de slag gegaan? Jij als sportschool-eigenaar. Marcel, je staat op mute. Je moet je even unmuten. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, ik heb hem eventjes overgenomen met mijn telefoon. Ben ik nu nog, is het nu oké? Om mijn laptop nu nog steeds. Oké, prima. Nou, ik heb nu nog geen, ik heb nog niks aangevraagd. Omdat, ik verwacht dat het gewoon heel erg druk is bij allerlei instanties. Mm-hmm. En ik heb begrepen dat je tot eind juni dat je aan de slag kunt. Dus ik wacht eventjes. Het gaat okay. Nu, ja... We houden ons gedijs. Ik heb natuurlijk wel flink wat derving in het horeca-stuk. Maar we hoeven ons nog niet heel erg druk te maken, laat ik het zo zeggen. Het is alleen wat ik wel jammer vind. Wij incasseren met Molly Sepa. En die hebben de betalingstermijn hebben ze nu verdubbeld, zeg maar, naar 30 dagen. En dan volgende maand doen ze dat naar 45 dagen. Dat vind ik wel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat, dat begrijp ik. En dat, nou, misschien daarop inhakend. We hebben donderdag, dus over 2 dagen, hebben we een extra webinar speciaal samen met Molly. En dan gaan we ook dieper in op deze zaken, hoe we dat het beste kunnen aanvliegen met alternatieven. Dus bijvoorbeeld overstappen naar Ideal, Bank SEPA. Dat je toch kan omzeilen die payment terms. Dus dat doen we nu ook hoor. We hebben nu alles op in overleg met Virtual Gym uiteraard. Hebben we alles weer op automatische incasso gezet. En dan gaan we 2 keer per maand incasseren. En dan gaan we de leden volgende maand over inlichten. We zijn nu aan het omzetten. En aan het kijken of er dan ook inderdaad geen dubbele incasso's meegaan. Dat verwacht ik niet. Maar we willen even zekerheid voor alles. Vooral in deze periode. Nou, dat vind ik... ik denk dat Mark ook even mee kan nemen. Dat vind ik wel heel mooi om te horen. Dat wij met het Customer Success Team daar echt goed hebben kunnen bijdragen. Om wel... te helpen, want Molly is zeg maar een soort bank en wij proberen er goed mee te ondersteunen. Ja, Mark, wil je er misschien nog iets op toevoegen? De TOGS? Is het nog een keer? Ja, dus de TOGS-regeling. Ik zie ook een vraag over de SDI-codes. Niemand wist wat dat was en nu opeens wel, zeg maar. Ja, die vraag wilde ik ook aan jou stellen. Ik heb hier de vraag, ik kan hem even stellen en dan kan je misschien beantwoorden, Patrick. Ja. Ik heb een vraag van Yoga Aletta. En zij heeft een yogaschool. En ze vroeg zich af, hoe zit het met de SBI-codes van de yogascholen? Want deze zijn weer anders dan sportscholen. Misschien kan je daar even op inhaken, Patrick. Nou, zeg maar, laat ik zo zeggen. Die regeling is onder stoom en kokend water tot stand gekomen. En ze hebben ergens een keuze gemaakt voor wie mag er meedoen en wie mag er niet meedoen.
En dat hebben ze gefundeerd op een laten we zeggen, de KVK. Uitdraai, denk ik, van 1 maart op codes die je ooit krijgt als je je inschrijft bij Kamer van Koophandel, wat de aard van je bedrijf aangeeft. Ja. Het eerste wat in de media kwam was dat onder andere de detailhandel ook mee mocht doen, dus die regeling wordt wel verbreed. Maar er zijn eigenlijk 2 problemen die bij horen. 1, mensen hebben inderdaad een SDI-code die niet past, in de aanvraag. Dan moet je inderdaad bij RVO aangeven dat je vindt dat je in aanmerking komt. En meld het ook even bij ons, want dan zullen wij dat ondersteunen. Zeg maar voor een groep. De PT'ers onder andere, PT Studio's, die codes, dat is lastig, weten we. Dat is 1. Het tweede is, er zijn bedrijven die een SBI-code hebben die niet helemaal past. Dus die niet op de lijst staat op die mate. En daar zijn we nu. Ook dat is een kwestie van bij RVO aangeven dat je wel in aanmerking komt voor die regeling. Maar dit is wel iets, we horen vaker terug dat het lastig is. Soms loopt het prima, dat is geen enkel probleem. Maar als die code niet goed matcht, als het ware, lopen ze tegen een probleem op. Oké, ja. Er is nog een aanvullend probleem bij. En dat is namelijk op het moment dat jij jouw huisadres als je bedrijfsadres hebt ingeschreven. Ja. Dan kom je ook niet in aanmerking. En dat is denk ik voor onder andere personal trainers en dergelijke een heel groot probleem. Die vooral begonnen zijn met een visie, nog niet precies wisten bij welke gym bewijzen van ze een PT gingen aanbieden. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij onze eigen personal trainers. Die hebben eigenlijk allemaal hun huisadres als hun bedrijfsadres. En die vallen dus nu ook tussen wal en schip. Ja. En eigenlijk voor het eerste probleem, hè, dus die SBI-code die niet matcht, plus dit probleem, kun je iets doen. Hè? En sterker nog, ik heb ook met de RVO contact gehad en ze hebben mij ook geadviseerd om zoveel mogelijk daar iets aan te doen. En dat is zeg maar dat je als individu, dus enerzijds hè, via de RVO-site kunt aanmerken, zoals Patrick net ook al zei, dat jij vindt dat jouw SBI-code erbij zou moeten staan, hè, met een goede uitleg van jouw situatie. Dus dat is 1. En je kunt een klacht indienen hè, bij de RVO, dat jouw privéadres, zeg maar, jouw zakelijk adres is, en waarom dat voor jou ook daarom een probleem is. Dus die 2 dingen kun jij als zelfstandige ondernemer doen. En de RVO raadt ons zelfs aan, doe dat massaal als je er iets aan wil veranderen, want hoe meer klachten wij binnenkrijgen, en hoe meer aanvraagformulieren wij op een specifieke SBI-code binnenkrijgen, hoe groter ook de kans dat de overheid hier uiteindelijk weer een uitzondering gaat maken voor bepaalde groepen. Dat geldt voor iedereen in deze call. Mocht je er last van hebben, dan is het enige wat je op dit moment kan doen, zo'n formulier invullen. En hoe meer daarvan binnenkomt, hoe groter de kans dat wij uiteindelijk toch gecompenseerd worden. Heb je daar een link van? Daar heb ik ook links van, ja. Okay. Kun je dat even dan door kunnen sturen straks dan, Remy? Ja, een stukje solidariteit naar de andere PT'ers zou ik zeggen, maak een klacht en doe dat beroep op. Ja. Want alleen sta je sterk, samen sta je sterker en is in dit geval zeker van toepassing. Exactly. En NL Actief behartigt natuurlijk de belangen van de hele branche, dus zij zijn de stem naar de overheidsinstanties toe. Ja. Ik zie ook nog wat vragen binnenkomen, ja. Want ik denk dat we een beetje doorgaan naar het vragen rondje. Yes. Er wordt heel veel gespeculeerd en het is een heel groot grijs gebied. Misschien is dit een goede vraag voor Patrick. Van een studio waar je 1-op-1 zou mogen trainen. Komen toch best veel vragen nog binnen van, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Nee, dat mag niet. Dat echt helemaal, oké. Ja, ik bedoel, bedrijven zijn dicht. Dus dat betekent dat je niet zomaar 1-op-1 kan trainen in een bedrijf. Ik zou het ook niet doen, ik zou het niet aanraden. Nogmaals, we hebben het net gehad over buiten. Ik denk overigens wel dat op het moment dat we straks gecontroleerd open gaan, dat dit weer een hele mooie setting is waar je vrij snel wel weer kan trainen. Maar wij communiceren vanuit landelijk perspectief en ik hoor dat mensen daar toch een beetje naar in zoeken, maar dat het niet mogelijk is omdat het bedrijf dicht is. Dat betekent niet dat je er helemaal niet mag zijn, want er worden ook filmpjes opgenomen en dergelijke, maar er mag niet getraind worden, er mag geen georganiseerd sportaanbod zijn in het bedrijf. Okay. Duidelijk. Heb ik nog een vraag voor Marcel? Er wordt heel veel gepraat natuurlijk en het woord compensatie wordt heel veel gebruikt. Straks naar je leden, heb je een soort van plan daarvoor? Zou je dat iets kunnen definiëren? Nou, wat we gaan doen op het moment dat we open zijn, hebben we ten eerste geven we een feest voor alle leden om het gewoon te vieren. En dat is voor ons natuurlijk makkelijk omdat we een restaurant eraan hebben zitten. Dan maken we vegan hapjes en dan verwelkomen we iedereen op een bepaalde dag. Dan gaan we een nieuwsbrief eruit sturen naar alle leden. En dan gaan we opsommen welke activiteiten dat we allemaal gedaan hebben ter compensatie
van de gemiste bezoeken, van de gemiste tijd, zeg maar. Daaronder zetten we een stukje van, oh god, vind je deze compensatie niet voldoende voor gemiste bezoeken of voor je betaalde abonnementskosten die je niet hebt kunnen volgen bij ons bij de club? Klik dan hier en dan komen ze automatisch, kunnen ze op een ander veld komen waarin ze keuze hebben voor zeg maar geen opzegging of een onderbreking van het abonnement voor een bepaalde periode. Aan de hand daarvan gaan wij inventariseren. Nou, stel voor dat dat 25% is, dus in mijn geval 500 mensen. Dan gaan we dat verdelen in 4 stukken en dan gaan we dat in 4 kwartalen gaan we dat terugbetalen of in mindering brengen. Dat is het idee. Duidelijk. Want anders, ja, als we dan zeggen, oké, in september incasseren we niet bij die mensen, ja, dan heb je alsnog een gat. En dan, of ja, er wordt natuurlijk nog meer, want we zijn dadelijk 7 weken verder. En misschien nog wel, misschien komt er nog wel 4 weken bij, wie weet. Maar dat we in ieder geval een slag om de arm houden nu, en dat we, maar we gaan sowieso compenseren voor de mensen die dat willen. Maar we verwachten eigenlijk, eerlijk gezegd, gewoon een beetje onderbuikgevoel dat er rond 50% niks wil hebben. Zoiets. Duidelijk. Ja. Dank. Ja, geen dank. Daan, heb jij nog vragen die je binnen hebt gekregen? Nee, ik denk dat we misschien de laatste sheet nog kunnen pakken van wat gaan we volgende week doen. En dan mag jij het afronden, Mitch. Ja. Dus zoals ik net ook vanuit Marcel zijn vraag, we hebben voor donderdag een webinar speciaal voor de klanten die Molly Sepa of Molly gebruiken. Samen met de oprichter van Molly, Adriaan Mol. Ja, waarom is dit zo? Waarom zijn deze maatregelen genomen en wat zijn de alternatieven? Dus, maar dan gaan we nog een uitnodiging voor versturen. Dus dat wordt interessant. En daarna zijn we volgende week dinsdag weer om 11 uur met ons webinar. Ja. En ja, hoe gaan we de volgende fase in? En het is weer aan mij de taak om een aantal goede gasten uit te nodigen. Nou, het wordt een challenge om, om nog betere gasten dan vandaag te krijgen. Nogmaals, dank voor iedereen. Maar dat gaat zeker lukken. Ja, ik wil jullie allemaal stuk voor stuk, met name inderdaad even de gasten, Dominic, Remy, Patrick, Marcel. Super gaaf dat jullie er waren. We zien alleen maar lovende dingen in de chats elke keer. En ik denk dat echt, er zijn heel veel mensen die hier wat aan hebben. En nogmaals, ja, we doen dit allemaal samen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we het ook samen moeten blijven doen. Daarnaast Daan en Mark, ook altijd heel erg bedankt dat jullie er altijd bij zijn en mensen dat blijven steunen. Mocht je nog iets willen zeggen in de chat, dan kan dat nog wel eventjes. We blijven nog eventjes 1 tot 2 minuutjes even op zonder video en zonder mute staan. Kun je nog even wat dingetjes sturen. Er komt een follow-up mail met nog wat informatie. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wens jullie heel veel gezondheid en sterkte toe. En ja, ik hoop jullie straks misschien in het fysieke leven straks weer allemaal te mogen ontmoeten straks. Oké, goed. Ja, heel erg bedankt. Ben je naar het zuiden dan? Ja, precies, naar het zuiden. Oh, wacht. Misschien, iedereen wil ik even wat zeggen. Dus misschien, Marcel, wat wil je nog even toevoegen? Ja, ik wil iedereen bedanken. Sowieso de mensen die gekeken hebben en deelgenomen hebben. Wil ik heel erg bedanken voor hun aandacht. En hoop dat je echt iets hebt aan de tips. En ja, positief denken helpt altijd het beste. We blijven doorgaan. En de rest van de panelleden wil ik ook hartelijk danken voor... ja, voor hun tijd en voor de informatie. Ik heb een aantal leuke dingen gezien en gehoord. Dus ja, we kunnen er zelf ook mee aan de slag. Bedankt ervoor. Absoluut. Joris, ja, bedankt voor het meedoen. Bedankt voor de kans. Ik wens iedereen heel veel gezondheid, sterkte en ook positiviteit toe. En ja, we maken er het beste van. Ik zeg tot slot, let's get it. Zo is het. Sluit ik me mooi erbij aan. Volgens mij, dank voor de aandacht. Leuk dat jullie allemaal meegeluisterd hebben. En nou ja, laat ik even herhalen wat ik eerder zei. Never waste a good crisis. Dus gebruik even tijd. Iedereen, een hele fijne dag vandaag. We gaan hem op mute zetten en de video uit. De host blijft er nog even 1 minuutje in. 2 minuutjes, om nog eventjes dat als er nog dingen binnenkomen. Dan zien we dat ook later. Dus fijne dag. Oké, okay, ciao. Hoi. Doeg allemaal.